Hallelujah. We are laying down our sorrow. We are laying down our pains. We are laying down our shame. But in exchange for the joy of the Lord. En dat ruilen we om voor de vreugde van de Heer. We are trading them out. En we gooien de rest eruit. Yes. Ja. Amen. Amen. Well, good evening. Goedenavond. Good evening, everyone. Goedenavond aan u allemaal. Greetings from Ukraine. En die brengen de groet uit Oekraïne. From Russia. Vanuit Rusland. From all the members of the church. En van alle leden van de gemeente daar. I can see several faces here that have been to our place. En ik herken verschillende gezichten van mensen die hier zijn vanavond. U bent bij ons geweest. So nice to see you people. En het is heel leuk om u weer terug Thank te zien. You for coming. En dank u wel dat u geweest bent. Thank you for coming, everyone who came. En dank u wel dat u hier vanavond allemaal gekomen bent. You will never regret ever coming. You will never regret coming. Oh, u hebt er vast geen spijt van, nooit spijt van dat u bent gekomen. No doubt about it. Absoluut niet. You will have a story to tell. Want wij hebben een verhaal om te vertellen. You have a story to tell. En u hebt een verhaal om te vertellen. I say you will have a story to tell. Ik zeg het nog een keer. U hebt een verhaal om te vertellen. U hebt een boodschap. It is a memorable day for you. Want dit is een gedenkwaardige dag voor u. You will never be the same again. En u zult nooit meer dezelfde zijn. I've come as a voice from heaven to stir you up. En ik ben gekomen met de stem van de Heer om u op te wekken. You are in for a change. En u staat op het punt om te veranderen. You are here for a revival. En u bent hier voor de opwekking. Maybe you didn't know why you came. Misschien had u nog geen idee waarom u hier gekomen was. But God sure knows why you came. Maar God weet heel goed waarom u hier terecht bent gekomen. He knows why he brought you. Hij weet waarom hij u hier naartoe geleid heeft. But you will bet give your best praise after today's service. En na de dienst van vanavond geeft u hem de allerhoogste lofprijs die u maar in huis hebt. You will thank God like never before. En u gaat God danken op een manier zoals u dat nog nooit hebt gedaan. You will be so excited. Want u bent zo opgewonden. You will be so joyful. En u zult zo vreugdevol zijn. You will be so happy. En u zult zo blij zijn. For him bringing you tonight. Omdat hij u hier vanavond naartoe gebracht heeft. You could have been having some doubts. En als u daar misschien nog wat twijfels over had. About coming tonight. En u wist niet zeker of u nou wel zou gaan of niet. But you see, you won. Maar u ziet het, u bent op de goede plek terecht you gekomen. And Jesus won. U en Jezus hebben het samen gewonnen. That's why you are here. En daarom bent u hier. You see, whenever there was a barren situation in the Old Testament. Or in the Bible. A barrenness. A barren Wanneer situation. Er in de Bijbel gesproken werd over dorre tijden. Like when Hannah, the mother of Samuel, was barren. Bijvoorbeeld toen Hanna, de moeder van Samuel, nog geen kinderen when had. Elizabeth was barren, en toen Elisabeth nog onvruchtbaar was. And you see, whenever there was a barrenness, dan ziet u daar overal daar waar onvruchtbaarheid en dorheid was. Of a godly woman, of a godly person. Dan zien we heel vaak dat een goddelijke persoon of een goddelijke vrouw. It means there was always a great birth. A great child coming to the world. Dan zagen we na die tijd dat er altijd een geweldige geboorte plaatsvond. Dat er altijd iets geweldigs in de wereld kwam. When, what I teach my people is that. Wat ik mijn mensen onderwijs. Whenever there is an impossible situation on your way. To a conference, to a service, just before a service. Als je te maken krijgt met een onmogelijkheid in je leven. Als het gaat om naar een dienst te gaan of naar een conferentie te gaan. Whenever there is an obstacle. Wanneer je ook maar een hindernis of een obstakel tegenkomt. Whenever there is any hindrance whatsoever. Wanneer er ook maar wat voor hindernis op je weg gegooid wordt. On your way coming to a service. Als het erom gaat om jou naar een dienst te krijgen of naar iets, naar een conferentie. Do anything you like. If you like fly, if you like crawl. Do anything you like to get to that service. Het doet er niet toe wat je gaat doen. Vliegen eronder doorkruipen, tunneltjes graven, maakt niet uit. Maar zorg dat je om dat obstakel heen gaat. Because that is the kind of service that the Lord has prepared for you as a blessing. Want de dienst waar je naartoe moet is de dienst die God voor jou voorbereid heeft om een zegen te ontvangen. Because it is because John the Baptist was to be born. The predecessor of the Lord Jesus Christ. Het was in de periode dat Johannes de Doper geboren zou worden. En toen waren er een heleboel tegenstanders van Jezus en mensen die voor hem uitgingen. A great voice was coming from heaven. En velen waren er tegen, maar toen kwam er een geweldige stem uit de hemel. A way prepared for the Lord Jesus was about to be born. En er moest een weg bereid worden, want de Heere Jezus stond op het punt om in de wereld te komen. A new era, a new
a new epoch in the history of humanity was about to start. Want we stonden op de drempel van een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid. I mean, the greatest of those born of women was about to be born. Want de grootste die uit een vrouw geboren is, die stond op het punt om geboren te worden. That is why they had to be a struggle. That is why they had to be a struggle. En daarom moest er wel tegenstand zijn. That is why there had to be a barrenness. En daarom moest er wel eerst dorheid en onvruchtbaarheid zijn. That is why there had to be a hindrance. En daarom moest er wel een obstakel zijn. That is why there had to be an obstacle. Daarom moesten er wel obstakels en hindernissen opgeworpen worden. Because this was not an ordinary birth. Want dit was niet maar een gewone geboorte. This was a supernatural one. Dit was een bovennatuurlijke geboorte. So when there is a such a barrenness, such a delay. Dus als je ziet dat er een onvruchtbaarheid is, een dorheid en dingen worden tegengehouden. The child that is about to be born. Dan betekent dat dat het kind dat op het punt staat om geboren te worden. Is a major historic, I mean, continent history changing baby. Dat dat een kind is wat een enorme verandering teweeg zal gaan brengen over de gehele wereld, over alle continenten. I mean, whenever there is an hindrance and an obstacle on your way to coming to church. En als je iedere keer dat je naar de kerk wilt ervaart dat iets je tegenhoudt of dat er wat voor dan ook maar in de weg komt. It means that service is going to give birth to a world changing, historic, I mean continent changing, life changing experience. Dan betekent dat dat er in die dienst iets geboren gaat worden wat voor jou heel belangrijk is, wat de geschiedenis op zijn kop gaat zetten en wat de hele wereld op zijn kop gaat zetten. This is one of those services. En dit is zo'n dienst vanavond. This is one of those services. Dit is zo'n dienst vanavond. You will be changed. U zult veranderd worden. I mean, just as much as John's name was renowned. Net zo goed als dat de naam van Johannes genoemd werd. So shall God do something renowned in your heart today. Zo zal God ook iets geweldigs in jullie hart vanavond gaan doen. Something profound. Iets heel diepgaands. Something deep. Iets heel diep. I mean, something life changing. Iets wat levensveranderend zal zijn voor u. So get ready. Dus maak u zich maar vast. God has brought you for an encounter. Want God heeft u hier gebracht voor een speciale ontmoeting met hem. You are in for a rendezvous. Voor een rendezvous. Aha. Rendezvous, een ontmoeting. You are in for a day with the Lord. U hebt een afspraakje met de Heer. Amen. Amen. Well, give yourself a hand as you came. En klap voor de Heer als u dat kunt. Halleluja. Before I start speaking, I wanted to acknowledge my wife. Voordat ik verder ga met spreken, wil ik eerst even iets over mijn vrouw zeggen. She is a woman of God also. Zij is een echte vrouw van God. She is the woman behind the scene. Zij is de vrouw achter de heilige. But I don't want her to be behind the scene. I don't want her just to be helping me behind the scene. Maar ik wil niet dat zij mij alleen maar achter de schermen helpt. I want her just to help me behind the scene and help the people in the public too. Maar ik wil dat ze dus niet alleen maar achter de schermen er is, maar dat ze ook aan het publiek getoond wordt. Ze mag gezien worden. But I would like her to just say a few words to you today. En daarom wil ik haar vragen om ook iets tegen u te zeggen vanavond. Let's welcome my princess. Dus verwelkomt u mijn prinses. Boston. Yes. Thank you, Pastor. All right. Where is the microphone for her? Yeah. Hello, can you do me a bit lower? Just reduce my. Hello. Thank you. Can you hear me? Yeah. You can't understand. Praise God. Praise God. Let's shout the Lord. Yes. Let's shout hallelujah 3 times to the Lord. Zullen we hallelujah juichen voor de Heer? 3 times. 3 keer. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Praise God. Praise you know, God. That's necessary because whenever the children of God are gathering together, we are used to noises, shouting unto the Lord. Wanneer wij dan ook maar te samen komen, dan zijn wij eraan gewend om een joyful noise voor de Heer te maken. Een blijmoedig geluid. Yes, I would like to say it's a great opportunity and a great privilege for us to come here. En het is voor ons een geweldige gelegenheid en ook een enorm voorrecht om hier bij u te mogen zijn. You know, it was not in our dreams to come to Holland or to travel all over the world. It wasn't something we desire or something we wanted for ourselves. En wij hadden er nooit over gedroomd of zelfs maar verlangd om naar Nederland te komen of om te gaan reizen.
originally we are from Nigeria. I know many Africans, they have a desire, a dream of traveling around the world. En wij komen uit Nigeria en ik ken veel mensen uit Afrika die echt een verlangen hebben om te reizen over de gehele wereld. But we, particularly myself, I was the opposite. Maar vooral ik was precies het tegenovergestelde. You know, I like an easy life. So I don't want to travel around the world. Ik hou van gemak in mijn leven. Ik reis liever niet te veel rond. But you know, God is a great God. Maar weet u, God is een groot God. And because he has his own will for our lives. En omdat hij zijn eigen wil voor ons leven heeft. And sometimes to prove that he is God. En dat hij heeft een wil met ons leven. En soms wil hij bewijzen dat hij God daarover is. Doing things that you don't like. En daarom doet hij wel eens dingen die u misschien niet zo leuk vindt. So that you can submit to the Lord and you can know this is the Lord. This is the Lord's doing and it is marvelous in your sight. Zodat u zich kunt onderwerpen aan de Heer. En ook kunt erkennen, dit is het werk van de Heer in mijn leven en daar ga ik in mee. So it's a miracle that we are here. En het is dus echt een wonder dat wij hier zijn. And we treasure that, we treasure God and we treasure what he's doing in our lives and in the ministry. En het is voor ons heel kostbaar en we koesteren ook in de bediening datgene wat hij doet en wat hij ook in ons leven doet. And I would like to encourage you, I won't be preaching tonight, but I would like to encourage you that you also have to treasure where you are, what you have and the relationship you have with God. En ik wil u vanavond ook aanmoedigen dat u moet koesteren waar u bent en wat u van de Heer hebt ontvangen en dat u ook de relatie met God moet koesteren. No matter what you are going through in your life, you must know as a Christian that you have to treasure that experience. En het doet er niet toe waar u in uw leven op dit moment doorheen gaat. U moet als christen weten dat u de ervaring met God echt moet koesteren. Because you won't always have what you have today. Want u zult niet altijd hebben datgene wat u vandaag ervaart. You won't always be where you are today. En u zult ook niet altijd zijn waar u vandaag de dag bent. God is taking you from one step to the other. Want God neemt u van de ene stap naar de andere en hij leidt u verder. And the quick, you know, and it's very good for you to understand that I have to use my situation, my experience. I have to use it maximally. I have to maximize it because God is taking me to a higher height. En het is heel belangrijk om datgene wat u nu hebt vast te houden en daar alles uit te halen, het maximale uit te halen, want de Heer gaat u verder leiden naar een hoger punt. And if we open our Bibles to Galatians chapter 1, verse 4. En ik wil graag even met u opslaan Galaten hoofdstuk 1 vers 4. Galatians 1 4. Galaten 1 vers 4. We read, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Er staat Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. You know why you have to treasure yourself? You have to treasure your experience with God. You have to treasure Jesus, the Bible, because you are special. God has delivered you from this present world. You are not like the other people. You are not like the other people downtown. You are special people. De reden dat u de ervaring met God moet koesteren en uw relatie met Jezus en het feit dat u hem kent is omdat u door God uit de boze wereld getrokken bent naar hier. En u bent niet als de mensen die nog buiten in de wereld zijn. He gave himself for your sins and you have the right to trade your sorrow, to trade your shame and to be delivered from the present world, to be delivered from the spirit that is torturing the people of your city, your neighbors. En hij heeft ons onze zonden vergeven en daarom mogen wij onze ziekte en onze schaamte inwisselen voor zijn vreugde. So I want to emphasize to you that you are special people, you've been delivered and you have everything to change your world and to make a difference right there where you are. En ik wil u bemoedigen dat u bijzondere mensen bent en dat u bevrijd bent zodat u een verandering uit kunt gaan maken in deze wereld voor de mensen die nog in de wereld zijn. Thank you for having us. God bless. En dank u wel dat wij hier bij u mogen zijn en mogen de Heer u zegenen. Well, will I create much inconvenience if I come up here to preach?
Is het lastig voor u als ik van het podium afstap om hier te gaan staan prediken? Because I can see someone is on the video shooting and the light. Can you arrange everything that it will be able to take me here? Want ik zie dat er video's worden gemaakt en het is een beetje lastig met het licht volgens mij. I will not be disrupting your plans. Het geeft niet als ik hier vooraan kom staan. Because you know, we I'm used to a hall of minimum of 5,000. That is our hall. It is 5,000. Ik ben gewend aan een zaal waar toch op zijn minst 5,000 mensen in passen. Even when we have leaders service. Zelfs wanneer we slechts een leidersbijeenkomst hebben, hebben we nog een zaal van 5,000. We have at least 1,000 people. Of nee, dan hebben we er nog 1,000. So, you know, this is like home group to me. Dus dit is voor mij huiskring. Yeah, so I'm going to come forward. Dus, so just feel closer like at home. Dus ik kom wat dichterbij. Dat voelt wat lekkerder. Because when I stand here, it's like I'm deceiving myself. When I stand here on the stage, it's like I'm deceiving myself. Als ik zo ver van u afsta, dan hou ik mezelf een beetje voor de gek. It creates false impression in my mind. Want dit past er bij mij niet in. Ik ben dit niet gewend. So I want to be closer to you. Ik wil graag wat dichter bij u zijn. All right, I want to feel your presence. Ik wil uw aanwezigheid voelen. You have to be closer. Dus ik moet gewoon wat dichterbij komen. Heart to heart. We moeten van hart tot hart met elkaar kunnen praten. So let someone help me. Not you, pastor. You rest. Let your boys do it. Kom op, mannen. Yeah. Oh, yeah. Okay. Yeah, that's good. Yeah. I want to feel like at home, you know. Dit voelt echt huiselijk. Het is gezellig. All right. I would like to pray with some people today before I go. You know, when I minister, what happens is that I like to minister with the Holy Ghost. Als ik in de bediening sta, dan wil ik dat graag doen vanuit de Heilige Geest. I'm so much appreciative to your pastor. He's a Holy Ghost pastor. En ik heb heel veel waardering voor uw voorganger, want hij is een echte Heilige Geest voorganger. He's a gift to Holland. En hij is echt een geschenk aan Nederland. He's a gift to Europe. Hij is een geschenk voor Europa. You're supposed to treasure him more. En u moet hem koesteren. Not too many Holy Ghost preachers. Er zijn niet zoveel van die Heilige Geest predikers. Not too many people know him. En er zijn ook niet te veel mensen die hem kennen. So I like the fact that God has brought me across someone who knows God. En daarom ben ik er zo blij mee dat God iemand op mijn pad gebracht heeft die de Heilige Geest wel kent. So I'm going to leave this. You don't mind that, yeah? I want to feel like something. Mijn jasje aanhouden. Yeah, like at home. Wat gezegd, huiskring, dan kan het ook. So when I'll be ministering to you, the Holy Spirit will be speaking things to me about people in the congregation. En als ik bezig ben met de bediening, dan zal de Heilige Geest dingen tot mij spreken die te maken hebben met mensen die in de zaal zitten. It does that most of the time. Dat doet hij meestal. I hope he would come and do that today. En ik hoop dat de Geest vanavond ook komt en I dat voor u wil doen. Him to come and minister to your needs. En ik verwacht ook dat de Geest komt en u gaat dienen. Father, in the name of Jesus. En Vader, in de naam van Jezus. The time has come. De tijd is nu gekomen. For the occasion which you brought us here. De tijd is gekomen voor de reden waarom u hier ons gebracht hebt. This is the beginning. En dit is nog maar slechts het begin. You are here. En u bent hier. You are here. U bent hier. You are here. U bent hier. Make your presence be manifested to your people. En maak uw aanwezigheid voelbaar voor uw mensen hier. Touch them, I pray. En ik bid, Heer, raak ze aan. Relate to them in a special way. En hebt u contact met hen op een hele bijzondere manier. Let them feel your presence. En laat ze uw aanwezigheid voelen. Meet their needs. En kom tegemoet aan hun noden. Minister to the desires of their hearts. En dien hen in de verlangens en de wensen van hun hart. Let your name be glorified in this service today. Laat uw naam in deze dienst verheerlijkt worden. Take possession of your servant. Wilt u helemaal bezit nemen van uw dienstknecht? Use him. En wilt u hem gebruiken? As your voice and vessel today. Zodat hij een stem en een kanaal voor u kan zijn. You are glorified. U bent verheerlijkt. You be magnified. U wordt vergroot. We verhoogd. En we prijzen u. We appreciate you.
En we waarderen u. Dus we reveren u, Master. En wij eren u, Meester. We lift you up. En wij verheffen uw naam. We elevate your name. Ja, wij verheffen uw naam. We declare you are the Lord. En wij verklaren u bent de Heer. Over this land. De Heer over dit land. Over this country. Over deze natie. There is no one like unto you. En er is niemand gelijk aan u. You reign. U regeert. You fill everything in all. En you fill all in all. En u vult alles op. U bent alles in alles. With yourself. En u vult het op met uzelf. Thank you. Dank u. Now you are filling this place with yourself. En dank u dat u deze plaats opvult met uzelf. And you are becoming the Lord over every situation and every life over this place. All over this place. En dat u vanavond ook de Heer wordt over elke situatie van elke persoon die hier vanavond is. You are our Master. U bent onze Meester. You are our Lord. U bent onze Heer. You are our Savior. U bent onze Redder. You are our love. U bent degene die wij lief hebben. You are the desire of our hearts. U bent het verlangen van ons hart. We need you. En we hebben u nodig. We rely on you. We steunen helemaal op u. We want you. En we willen u. We desire you alone. Wij verlangen alleen you naar are u. Above everything. U staat boven alles. Above all the things we have. U staat boven alles wat wij bezitten. Above the possessions you gave us. U staat boven al onze bezittingen. You are above. U staat boven alles. Father. Vader. We're giving you our word. We geven u ons woord. That you will always be number one. Dat u voor ons altijd nummer 1 zult zijn. Will take your place. En dat niemand uw plaats zal innemen. We will always love you. En we zullen u altijd lief hebben. More than everything else. Meer dan wat dan ook. Oh Father, we want to love you more. En Vader, we willen u meer lief hebben. Come with your presence. En wilt u komen met uw aanwezigheid? Come with your presence. Wilt u komen met uw aanwezigheid? Change the situations of your people. En verandert u de situaties waar uw kinderen zich in bevinden? Turn their tears to joy. En wilt u hun tranen omkeren tot vreugde? Turn their sorrow, Father, to gladness. En verandert u hun bezorgdheid in blijdschap? Let there remain a happy laughter in their mouth. En mag er een blij gelach uit hun mond voortkomen. After today's service. Na de dienst van vandaag. Don't let them be disappointed. Laat ze niet teleurgesteld zijn, Heer. They have come to see you. Want ze zijn gekomen om u te zien. You are meeting with them. En u komt hen tegemoet. And I thank you for doing it. En ik dank u, Heer, dat u dat doet. In Jesus' name. In Jezus' naam. Well, I want to pray for someone. Who is here and you have problem with the skin disease? Skin disease. Ik wil bidden voor iemand die hier is die een huidziekte heeft. Like rashes all over your body. Erg veel uitslag over uw gehele lichaam. As I mention your name or your situation, just stand up. If you are the one, stand to your feet or raise up your hand where you're sitting. Als dit op u van toepassing is, wilt u dan even gaan staan of uw hand opsteken. Als u last hebt van een huidziekte, irritatie, uitslag, wat dan ook. There is a lady that is having. Yeah, okay. Just lift your hand up there. There is another lady here that is having a lump, just developing, but it's not so big. It's not a big lump, but it's like a hard spot in your breast. En er is hier een vrouw die heeft een knobbeltje in haar borst. Het is zich aan het ontwikkelen. Het is aan het groeien. Het is nog klein, maar het is een knobbeltje. Where are you? Where is the lady? Waar is die vrouw? In your right breast, if you don't know, God is going to point you out. Right breast. Het is een knobbeltje in uw rechterborst. You experience pain there regularly, and the Holy Spirit is touching you and reminding you right now. The Holy Spirit is on you now, wants to heal you. Where is the sister? Raise up your hand. U ervaart daar regelmatig pijn, maar de Heilige Geest raakt u op dit moment aan. Dus als dit voor u is, wilt u dan alstublieft even uw hand opsteken? Don't be shy. God is pointing you out. You are privileged. U hoeft niet verlegen over te zijn, want God wijst u aan. U bent bevoorrecht. That is good. Okay. Another person, you are having. Yeah, I'm sorry. God is telling me that there is another lady also with that same two ladies actually, with the same breast, the right breast. The two of you have seen your hands. Er zijn er twee vrouwen die dus last hebben van een knobbeltje in hun rechterborst. And another person having a problem in your is it kidney? Mm-hmm. Look. Kidney. Yeah, your right kidney. Er is nog iemand anders die heeft problemen met zijn rechternier. Your right kidney, where are you? Uw rechternier veroorzaakt problemen. Waar bent u? You have an attack. One, it doesn't pain you every day,
But once in a while, it comes like a strong attack. Het is niet een constante pijn. It goes real deep all over your body. Maar u hebt regelmatig aanvallen van pijn in uw nier. En dat gaat dan ook gaat dan heel diep. God is touching you. En ik kan zien dat God u aanraakt. And I'm still praying for you. So if you just not just acknowledge the Holy Ghost, and when you raise up your hand like that, that when I'll be praying, you know, you just that is a sign of your faith that you are receiving by faith. Ik blijf voor u bidden en dit is echt van de Heilige Geest. Dus als u uw hand opsteekt, is dat ook een teken dat u het ontvangt in de Geest. There is another person who came here really sick today. Er is nog iemand hier die is echt ziek hier naartoe gekomen. I mean, it was like every now you are better, you are much better now, but you came in here. The Holy Spirit is telling me, it was as if every part of your body was in pain. En het gaat nu beter met u? I mean, you are sick. Maar toen u kwam, deed alles aan uw lichaam zin. But u was echt after ziek. The prison worship, you started feeling better. Maar na de lofprijs voelde u zich beter. Yet the Holy Ghost is telling me to pray for you. En toch zegt de Heilige Geest me nog om voor u te bidden. So if you are the one, also let's see your hand. Dus als u dat bent, steekt u dan even uw hand op, dan kan ik dat God, zien. God is touching you too. God raakt u ook aan. There is a lady here. Er is hier een dame. Our parents, that you are praying for your teenage boy. En u bent aan het bidden voor uw zoon, een tiener. I think he's about 15 years or something like that. Ik denk dat uw zoon zo'n 15 jaar oud is. He's hanging up around with the wrong people, with the wrong kind of people, and trying to, you know, take up bad manners. En hij bevindt zich in het gezelschap van slechte vrienden en hij neemt er hele slechte gewoontes van over. And it's like, it's. Where is the parent? Waar is die vrouw die bidt voor haar tienerzoon? Okay. Nobody is raising up your hand. Then I will describe him. Ik zie nog niemand zijn hand opsteken, dus ik ga het even verder omschrijven. This son is like he was going to church at before in his when he was smaller, but he stopped coming to church and it's like a mixed blooded person, like not completely white and not completely black. Hij is toen hij jonger was, is hij wel naar de kerk gegaan. Like a colored person. Maar nu die wat ouder is, komt hij niet meer. En het is, age of 15 hij is niet volbloed Nederlands. Hij is, hoe noem je dat gebeurd, halfbloed. Between the age of 15 and 18. En hij zit in de leeftijd tussen 15 en 18. Black hair. Hij heeft zwart haar. But looks Asian, like, you know, because of the color. You know, looks Asian, but hij ziet er Aziatisch uit doordat hij een wat bruine getinte huidskleur heeft. Looks Asian, but maybe not Asian, but it's like a mix. It's not a black like me and it's not a white like you. Hij heeft een getinte huidskleur. Hij is niet zwart zoals ik, maar hij heeft duidelijk Aziatisch uiterlijk. Who is the person praying for such a son? Where en are you? Wie is degene die bidt voor zo'n zoon? Yeah. Voor die zoon. Okay. I can see your hand. Ik heb uw hand gezien. Now, whatever your needs might be, God is here. Wat uw nood ook is, God is hier. There are a couple of people that are here with acute problems in your legs, in your knees, the knees of your legs. En er zijn mensen hier aanwezig die hebben acute problemen in hun knieën en in hun benen. Yeah, acknowledge that, please. En wilt u dat ook even zeggen, even aangeven als u dat bent? And a couple of people also with pains, different kinds of pains in your shoulder. En er zijn ook verschillende mensen hier die diverse soorten van pijn hebben in hun schouder. Okay. Then there is another person I would like to pray for before I start preaching. En voordat ik ga prediken is er nog iemand waar ik voor wil bidden. You have these problems in your in the fingers. In one of the fingers of your hands. I think the fingers of the hand. U hebt problemen met vingers van uw hand. Yeah. And one of those people. En een van die mensen die dus problemen heeft met de vingers. Your problem is not just God is expanding to me more. That your problem is not just with the fingers. It goes to affect the muscles of your left hand. And you cannot even really tight a strong fist and because it's a whole process that goes to your shoulder. Het is niet alleen een probleem in uw vinger, maar het heeft een effect op de alle spieren in uw linkerhand en u kunt niet echt een stevige vuist maken. However the situation might be, either with just the fingers or with the hand, you are in here for an encounter. Wat uw situatie ook is, of u alleen problemen hebt met de vingers of met de vingers en de hele arm, u bent hier op een plek waar God is en waar Hij heerst. Then I would like to pray for women. There are about two women here. Dan wil ik nog bidden voor twee vrouwen. No, three. Drie. With different kinds of women situation, you know, gynecology, what do you call it,
Drie vrouwen die te maken hebben met gynaecologische problemen. Gynecological situation. Gynaecologische problemen. Especially with your ovaries. Vrouwenaandoeningen, speciaal op het gebied van de eileiders. Another person having the early stage of a fibroid. Fibroid. Gezwellen. Oh. Er is iemand die heeft beginnende gezwellen in de eiboeder. Ja. Fibromen in de baarmoeder. Ja. And the vleesboom. Ja. Yeah. And there are a couple of men here also. Er zijn hier ook een paar mannen. Two men, you are having problem with your I'm sorry to say, you know, just forgive me, but God wants to touch you. You are having problem with your testicles. En er zijn hier twee mannen die problemen hebben met de testicles. En ik vind het niet zo prettig om te zeggen, maar God wil u aanraken. Two men. En dat slaat op twee mannen. Then one man. En één daarvan. You are having a more serious problem. A more serious problem. U hebt een heel ernstig probleem. With your private part also. Ook aan uw geslachtsdelen. I will not mention, but you know it. Ik ga er niet verder op in, maar als u dat bent, dan weet u het. God wants to touch you. En God wil u aanraken. There is a sister. Er is hier een zuster. You are having a free flow of blood. En u leidt aan bloedvloeien. You know, also in the woman part of the body. U leidt aan bloedvloeien. God wants to touch you. En God wil u aanraken. Acknowledge that, yeah. I see your hand. And another person having this problem at the back of your head, just at the top part of your neck. En er is nog iemand die heeft problemen aan de achterkant van de nek, aan de bovenkant van de nek, achterkant van het hoofd. You know, and so whatever your situation might have been, and is, you know, if you know we have mentioned your situation today. Als u weet dat wij een omstandigheid of een conditie hebben opgenoemd waar uw lichaam zich and in bevindt. Even if we did not mention your situation. En zelfs al hebben we niet opgenoemd datgene waar u aan leidt. God mentioned so many situations. God heeft heel veel dingen aangereikt en genoemd. Because he wants you to know. Want hij wil dat u weet. That is you. Dat hij hier is. He is close to you. En hij is heel dicht bij u. He wants to touch you. Hij wil u aanraken. If he knows the situation of your neighbor, he knows your situation. En als hij weet wat er aan de hand is met uw buurman of buurvrouw, dan weet hij ook heel zeker wat er met u aan de hand is. So, just join me in prayer now. Dus wilt u zich voegen bij mijn gebed? Place your hands on the spot that you are having trouble with. En legt u uw hand op dat deel van uw lichaam waar u problemen ervaart? If it is if it is not physical. En als het niet echt lichamelijk is. Just place one hand on yourself. Leg dan toch een hand op uzelf, op uw borst. And the other hand to God and just voice the situation to God. En richt uw andere hand dan tot God en spreek aan naar hem uit wat u ervaart, wat then, uw probleem is. If it is physical and in several places, just place your hand on your head or your chest. En als er meerdere plekken zijn in uw lichaam waar u last van hebt, leg dan uw hand op uw hoofd of ook alleen op uw borst. But if you can, just touch the place. Maar als u het kunt, raak dan dat deel van uw lichaam and aan wat in nood is. En doe de andere hand omhoog naar God. God is here. God is hier. God is here to touch you. En God is hier om u aan te raken. Another person came here with some pain in the tooth. Er is hier ook iemand gekomen met pijn in de kiezen. God also wants to prepare that. En God wil dat ook repareren. Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. You are here to touch your people. U bent hier om uw kinderen aan te raken. Master healer. Meester geneesheer. Go where we cannot go. Ga waar wij niet kunnen komen. Put under control, under your subjection, all our situations. En al onze situaties, breng ze onder uw heerschappij en in onder the uw name controle. Of Jesus. In de naam van Jezus. I challenge. Ik daag uit. And I come against. En ik sta op tegen. Every oppression of the enemy. Elke onderdrukking van de vijand. With the mighty name of Jesus. Met de machtige naam van Jezus. And with the power of resurrection. En met de opstandingskracht. I charge you hell. I charge you hell. I charge you hell. Ik daag je uit hel. I charge you Satan. En ik daag je uit, Satan. I charge you all works of the enemy. En alle werken van de vijand. Ik daag wherever je uit. Wherever you may be hiding. Waar je je ook verborgen and en wherever verstopt wherever you may be afflicting any of this. En waar je mensen ook mee lastig valt. I command you.
Ik gebied je. As the servant of the Almighty God. Ik de dienstknecht van de Almachtige God. To bow out now. Om te gaan, om nu uit te gaan. In Jesus' name. In de naam van Jezus. I rebuke pain. En ik bestraf de pijn. I rebuke sickness. En ik bestraf ziekte. I challenge you in the name of the Lord. En ik daag jou uit in de naam van de Heer. Let the people of God go. Laat het volk van God gaan. Now. Nu. Nu. From your head to your toe. Van uw hoofd tot aan uw voetzolen. Be touched by the power of the Lord. Word aangeraakt door de kracht van de Heer. I call in strength. En ik spreek het uit in geloof. Power. Macht. I command every member of the body to respond. En ik gebied elk onderdeel van het lichaam om te reageren. Strength. In strength. Reageer. In strength. Er is kracht. In Jesus name. In Jezus naam. Be healed. Wees genezen. Be strengthened. Be strengthened. Wees aangeraakt. In Jesus name. In Jezus naam. Be healed. Wees genezen. Father, I pray for that young for that teenager. En Vader, ik bid u voor die tienerjongen. Power of the Holy Spirit, I release you now. En ik zet nu de kracht van de Heilige Geest go vrij. Go and touch him. Ga uit en raak hem aan. I call him back home. En ik roep hem terug naar huis. I'm back to the Lord. Ik roep hem terug naar de Heer. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I arrest the oppressor. Ik arresteer de onderdrukker. I arrest that evil spirit that is chasing him about. Ik arresteer die kwade geest die mij jaagt. In Jesus name. In Jezus naam. Let him go. Laat hem gaan. I call him back home. En ik roep hem terug naar huis. And I thank you for filling the hearts of your people with joy and fulfillment. En ik dank u Heer dat u de harten van uw kinderen vult met vreugde en vervulling. Thank you, Father. En ik dank u daarvoor. Speak to us tonight. En spreekt u tot ons vanavond. Revive and turn around this nation this day. Wek ons op en draai ons om. Draai ons, verander ons. Let the power of your word come so mightily. En laat de kracht van uw woord zo sterk tot ons komen. Let the powers of the enemy bow out these days. Zodat de kracht van de vijand moet verdwijnen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I position myself right now. En ik neem mijn plaats in op dit moment. As the agent and the messenger of the Almighty God. En ik ben de boodschapper van de Almachtige God. I switch myself to the spiritual realm. En ik geef mezelf over aan de geestelijke wereld. And I come against principalities and powers over this country. En ik sta op tegen elke overheid en I macht. I come as an agent of the Almighty God. En ik kom als een engel van de Almachtige God. And I take my position in Adam. Ik ben een ambassadeur van hem en ik neem mijn and plaats I in. And I send you hell. En ik zeg tegen jou hel. Oppression. En verdrukking. Immorality. En immoraliteit. Whatsoever your name may be. Wat hoe je ook heet, wat je ook bent. Your spirit of wickedness over this land. Jij geest van slechtheid over dit land. As the representative of Christ. Als de vertegenwoordiger van Christus. I come in his name. Ik kom in zijn naam. And I command you now. En ik gebied je nu. To give up your possession. Om jouw bezitting los te laten. Give up your influence. En geef je invloed op. Over this country. Over dit land. Over this land. Over deze natie. I judge you. En ik jaag je uit. Move out. Ga weg. Retreat in Jesus name. Verdwijn en treed terug in de naam van Jezus. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Because it is written. Want er staat geschreven. Behold, I give unto you power. Ik heb aan u kracht verleend. To trend. To step on. Om te stappen, te treden. On power. Op de machten. On principalities. En overheden. On all evil forces of the enemy. En alle kwade demonen van de hoop van de tegenstander. As an attacking force of the Lord. En ik kom nu en ik val je aan in de naam van de Heer. And I suppress you hell. En ik druk je terug hel. I suppress you wickedness. En ik onderdruk al je slechtheid. I suppress you powers of darkness. En alle machten van de duisternis ik doe je terug. I speak as the voice of God. En ik spreek als de stem van God. To leave this country. Je moet dit land verlaten. I call him for a switch in the spiritual realm. En ik roep een verandering uit in de geestelijke wereld. A switch from darkness to light. Een verandering van duisternis naar licht. A switch. Een verandering. From evil to good. Van kwade naar het goede. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Leave. Verdwijn. Leave now. Verdwijn nu. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I call for a great light to shine upon this land. En God wil een groot licht laten schijnen op zijn mensen. Brightness in the spiritual. Helderheid in de geestelijke openness wereld. To the gospel. Openheid voor het evangelie. Satan, you are defeated. Satan, je bent verslagen. I proclaim that the church is uplifted.
En ik proclameer dat de kerk op zal staan. And I prophesy that this church. En ik profeteer dat deze kerk. And the body of Christ over this, in this country. En het lichaam van Christus in dit land. Will be like a mountain. Zullen zijn als een berg. That is planted over and above all other mountains. Die over alle bergen gesteld is. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. And into it. And into it shall run nations and multitude of people. En na deze berg zullen alle naties komen en hele grote menigte van mensen. In the name of Jesus. En zo zul jij zijn in de naam van Jezus. It is done. Het is God. By your power. Het is door uw kracht. By your authority. Het is door uw gezag. In the name of the Lord Jesus. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, glory. Where did I put that? No, no, handkerchief. The sackbook. I thought I put it here. Okay, yeah, it should be. Yeah, well, let's shout unto the Lord. Shout of victory. Even juichen voor de Heer, een overwinningsroep voor de Heer. Shout unto the Lord. Juich voor de Heer. Shout unto the Lord. Hallelujah! 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 Satan is defeated! Satan is defeated! Satan is verslagen! Satan is verslagen! Yes! Yes! In the name of Jesus! In de naam van Jezus! Amen! Amen! You can have this. U mag weer gaan zitten. Although I didn't mention you, hoewel ik het niet gezegd heb. But if you came in here with a small growth under your armpit. Maar als u hier bent gekomen en u hebt een gezwel in uw oksel. The Lord has also touched you. Dan heeft de Heer ook u aangeraakt. If you also came in here with a heart situation. En als u hier kwam met een slecht hart. And actually Satan was trying to attack you with heart attack. En weet u, Satan wil u eigenlijk aanvallen met een hartaanval. God has touched you. Maar God heeft u aangeraakt. If you came here also with this situation in your throat, like it's like a gutter, God has also touched you. En als u problemen hebt gehad in uw keel met het slikgedeelte, dan heeft de Heer u ook aangeraakt. So you know, we are not preachers of myth here. Wij zijn geen predikers van een mythe, van mysteries. I don't have time tonight. It's already going to 10. You know? En ik heb ook niet zoveel tijd meer, want het loopt al tegen 10, hè? Otherwise, what I do is that I make people come forward and testify. Wat ik normaal gesproken doe is dat ik mensen vraag om naar voren te komen en getuigenis af te leggen. Tomorrow night. Maar morgenavond. Or tomorrow afternoon. Of misschien morgenmiddag al. If any one of you will be there in the afternoon. Als u er eventueel morgenmiddag bij bent. I will challenge you to check yourself overnight. Dan wil ik u uitdagen om uzelf te onderzoeken vanavond, morgenochtend. Want u zult morgen terugkomen en u hebt geen last meer van de symptomen waar u hier vanavond mee bent binnengekomen. I bet you that. En ik dat verzeker ik u. I bet you that. Ik verzeker het u. I tell you that as a servant of the Lord. En dat zeg ik u als een dienstknecht van de Heer. So I will challenge you to come tomorrow and testify. Dus ik wil u uitdagen en aanmoedigen om morgenavond te komen en te getuigen. We serve a definite God. A definite God. Wij dienen een geweldige God, een goede He's God. Not a God of yesterday, he's a God of today. Hij is niet de God van gisteren, hij is de God van vandaag. He's not a God of the past, he's a God of the present. Hij is niet de God van het verleden, hij is de God van het heden. He's a God of the present. Hij is de God van het heden, het nu. He is here. En hij is hier. He is real. Hij is werkelijk. We walk with him. En wij wandelen met hem. We are his friends. Wij zijn zijn vrienden. We know his name. En wij kennen zijn naam. We fellowship with him. En we hebben gemeenschap met we hem. Talk with him. Wij praten met hem. We walk with him. Wij wandelen met hem. Look. You know. It's a pity that I must go back. I wanted to say I would like to remain here or come here so often. Until the most skeptical person in Holland becomes sure with weeping that confessing that the Lord is God.
Het spijt me dat ik terug moet naar huis, maar ik zou heel graag in Nederland blijven en net zo lang wachten tot ik de meest sceptische persoon in Nederland hier binnen zie komen met tranen in zijn ogen om te belijden dat Jezus hier de Heer is. It is not difficult for me to do. Voor mij is dat niet zo moeilijk om te doen. It is my profession. Het is mijn beroep. It is, that is me. Dit ben ik. No doubt. Geen twijfel over. So I believe the Lord has joined us for a purpose. En ik geloof dat de Heer zich bij ons gevoegd heeft met een bedoeling. It's not a big deal to turn a country upside down. Het is voor hem helemaal niet zo moeilijk om een land gewoon op zijn kop te zetten. The Lord has taught us how to do it. Want de Heer heeft ons geleerd hoe we dat moeten doen. And it's not about the membership of our church at all. En het gaat er helemaal niet om dat u lid moet worden van een of andere kerk. 15,000 people is nonsense. Het gaat niet om die 15,000 mensen, dat is niks. That is not. Dat is niks. And of course, because for the 6 years of our church, for the 6 years of our church. Als ik terugkijk op de 6 jaar dat mijn gemeente nu bestaat. We've had more than 500,000 people coming in tears to confess the Lord Jesus in our church. Zijn er meer dan 500,000 mensen binnengekomen onder tranen om te belijden dat Jezus Christus Heer is. It's not about 15,000. Het gaat niet om dat getal 15,000. It's about imposing the kingdom of God upon the society. Het gaat erom dat wij het koninkrijk van God binnenbrengen in de maatschappij. It's about turning a country upside down. Het gaat erom dat wij een land om moeten draaien, op zijn kop moeten zetten. It's about making everybody, even if they don't like you, even if they hate you, to acknowledge your God anyway. En ook al haten de mensen u, het gaat erom dat wij de mensen zo verbrengen dat ze toch uw God gaan erkennen. They might not like you, they may hate you, but they will not be able to deny the force behind you. En misschien haten ze u wel, hebben ze een hekel aan u, maar ze kunnen niet ontkennen de kracht die u achter u hebt staan. They will not be able to deny. Dat kunnen ze niet ontkennen. We are revolutionaries. Wij zijn revolutionaire mensen. Want het gaat er juist om dat wij opvallen in de maatschappij. So that is what I came to inspire, to impart in you. En ik ben gekomen om u dat eens even heel duidelijk te maken. You are going to become world changers also. U zult ook wereldveranderaars worden. You will never need to be satisfied with where you are. En u zult nooit meer tevreden zijn met dat punt wat u nu bereikt hebt. You will be stirred. Want u zult altijd opgewekt worden om you verder te gaan. Challenged. U zult uitgedaagd worden om you verder te gaan. Uplifted. U zult verheft worden, verheven you will be worden. Raised. U zult op gaan staan. I want to make fire burn in your bones. Ik wil dat het vuur brandt in uw botten. We want to make you, you don't need it. You don't need a big deal to get a crowd. It's not a big deal to get a crowd. Weet je, het is helemaal niet zo moeilijk om een grote menigte bij elkaar te krijgen. You know, the easiest way to get a crowd. Weet u wat de makkelijkste manier is om een menigte bij elkaar te krijgen? Set someone ablaze. Zet iemand in vuur en vlam. Right in the center of the city. En zet hem dan midden in de stad neer, in het centrum. And you will get a crowd automatically. En voordat je het weet, staan er, hoeveel mensen om hem heen. I came to set you ablaze for God. En ik ben gekomen om u in vuur en vlam te zetten voor Christus. If you were born for the Lord. U bent geboren voor de Heer. You will not have problem with crowds again. En dan zult u ook geen moeite hebben met groepen mensen. You just get burning. Just get burning. Burning, oh. Just get burning. Ga lekker branden. Just come aflame. Ga in vuur en vlam staan. Then you will have your whole country and city turn upside down. En dan komt het land en het volk vanzelf wel op zijn kop te staan. Dus yes! Yes! Yes, juich! Shout yes! En roep het ja! That's what we're all about. Daar gaat het tenslotte allemaal om. So, you see, when Pastor was saying today that, you would like me to... No, give us strategy or tactics or steps of how to make the, build a big church. En ik sprak met de voorganger vandaag en hij zou het fijn vinden als ik met u iets zou delen over strategieën, stappen die je moet nemen om een grote kerk neer te zetten. I said, I'm just like you. You got the wrong person to give you methods. En toen zei ik van, ik ben net zo, want jij, de Heer geeft wel methodes, maar toch... I'm just like you, I don't have them. Maar weet u, hij heeft ze niet aan mij gegeven, ik heb geen methodes, I don't geen stappenplan. Believe in church growth methods. Ik geloof ook niet in methodes like voor you, kerkgroei. Dat is het enige wat je nodig hebt, is de Heilige Geest.
I don't know methods. Ik ken geen methode. I don't believe in methods. En ik geloof er ook helemaal niet in. I don't go to conferences about methods to grow church. Ik ga ook niet naar conferenties die spreken over kerkgroei en hoe je dat I kunt don't bereiken. Read books about methods to ik lees ook geen boeken over methodes. Church growth movement, I don't believe in it. Ik geloof ook niet in de kerkgroeibeweging. Can you believe Apostle Paul looking for books on church growth? Gelooft u dat Apostel Paulus ooit gezocht heeft naar boeken die over kerkgroei gingen? Or Apostel Peter? Of apostel Petrus. Holy Ghost came, they got on fire and the church grew. De Heilige Geest kwam, ze kwamen in vuur en vlam en bam, daar gingen ze. So I don't make God one step and two steps, three steps or four steps. Ik vertel u niets over de stappenplan, stap 1, stap 2 enzovoort enzovoort. Four steps to getting headache off. Seven steps to getting money come. No, no, I don't believe in that. Niet van geen hoofdpijn meer, 's morgens op tijd uit je bed komen enzovoort. Dat werkt allemaal niet. No, I don't. You know, I believe in God. When God comes, everything comes. Ik geloof in God en wanneer God komt, komt de rest ook. That is what we need. Daar gaat het om. Zo werkt het. You see, your pastor is a very generous man. Weet u, uw voorganger is een hele vrijgevig man. He embarrassed me today by taking that offering. Hij heeft me een beetje voor schut gezet door die collecte voor mij op te halen. But that shows his heart. Maar dat zegt wel iets van zijn hart. But you see, I didn't come to take offering. Maar weet u, ik ben niet gekomen om een offergave op te halen. I don't go to take offering. Ik ga ook geen inzameling houden. I come to give. Ik kom om te geven. You have to look up to me these days. U moet deze dagen tegen mij aankijken. Get hungry. Dat is het enige. I've come to feed you. Ik ben gekomen om u te voeden. Get hungry. Dus zorg maar dat je honger krijgt. You started looking strange. You have not started preaching. U zit me een beetje raar aan te kijken. Van preekt hij nou wel of hoe zit dat? Not started preaching. Nee, ik ben nog niet eens begonnen met preken. I said get hungry. Ik heb alleen gezegd zorg dat je honger krijgt. I said get hungry. Word hongerig. Get hungry. Word hongerig. I said get hungry. Ik zeg het nog een keer. Word hongerig. There is a food from heaven for you. Want ik heb een bak vol met eten en een boodschap voor u. I said I've come to feed you. Ik ben gekomen om u te voeden. You understand what I'm saying? Snapt u wat ik bedoel? Get hungry. Dus word hongerig. I have come to feed you. Want ik ben gekomen om u voedsel te brengen. You might say no, I come to God. En misschien zeg je nee, ik ben tot de Heer gekomen. Why don't you die? Nou, dan gaat u maar beter dood, of niet dan? That is how to go to God. Bedoel, dat is de manier om naar de Heer te gaan, waar of niet? You no, you didn't come to God. U bent nog niet naar de Heer gegaan. You come to God who walks through a man. U bent naar de God gekomen die werkt door een mens heen. That is why he sent me. En daarom heeft hij mij gezonden. So I've come to feed you this week. Dus ik ben gekomen om u deze dagen te voeden. What do you say to that? En wat zegt u daarop? Yes, get hungry. Okay, word hongerig. So forget about offering. Dus vergeet die offergaves maar en die inzamelingen. If you don't have money, als u geen geld hebt, I will give you some home. Dan zal ik u wel wat geven. So don't think because of offering you will not come. Dus denk niet van oeps, ze gaan een collecte inzamelen, beter kom ik niet. Come and get fed. Kom maar hier en laat u voeden. Did you hear that? Hoe vindt u dat? Yes. So you get your stomach ready this way. Dus u moet uw maag even voorbereiden om het voedsel te kunnen ontvangen. All right. Okay. Get your stomach ready. Zorg dat uw maag het voedsel kan ontvangen. And your spiritual mind. En zorg ook dat uw geestelijke maag leeg is. So that you can have some delicacies from there. Zodat u ook nog wat toetjes en delicatessen kunt meenemen. Amen. Amen. Oh Father, the time has come for us to hear from you. Vader, de tijd is gekomen om van u te horen. Speak to us, Master. Wilt u tot ons spreken, meester? Impact yourself upon your people. En wilt u uzelf deelgenoot maken? Wilt u uzelf deelgenoot maken van ons? Leave a part of yourself upon them. En laat een deel van uzelf achter op ons. Let them feel your personality. En laat deze mensen uw persoonlijkheid voelen. Let them be changing to your image. Laat ze veranderd worden naar uw gelijkenis. That is what we are here for. En daarom zijn we hier gekomen. Translate us. Wilt u ons veranderen? Into the heavenly realm. Into the heavenly realm. En wilt u ons brengen in de hemelse gewesten? In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Open your Bible, please, to the first book of Samuel. Wilt u even de Bijbel met mij opslaan? Het eerste boek van Samuel. Chapter 14. En dan hoofdstuk 14. First book of Samuel. Eerste boek van Samuel. Chapter 14. Hoofdstuk 14. From verses 1 to 7. De versen 1 tot en met 7. From verses 1 to 7. Through 7. Yeah. From verses 1 to 7. I would like to read it first because now it happened one day that Jonathan, the son of Saul, said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the Philistines' garrison
that is on the other side. But he did not tell his father. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree, which is in Migron. The people who were with him were about 600 men. Ahijah, the son of Ahitub, Ishabod's brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the lost priest in Shiloh, was wearing an ephod. But the people did not know that Jonathan had gone. Now, between the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison, there was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side. And the name of one was Bozez, and the name of the other Seneh. The front of one faced northward opposite Mishmash, and the other southward opposite Gibeah. And then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will walk for us, for nothing restrains the Lord from saving by many or by few." So his armor bearer said to him, "Do all that is in your heart. Go then. Here I am with you, according to your heart." Yeah, read it, please. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager: "Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van de Filistijnen aan gindse zijde." Maar zijn vader deelde hij het niet mee. Saul nu zat aan de grens van Gibea onder de granaatappelboom te Migron. En het krijgsvolk dat bij hem was stelde ongeveer 600 man. Ahia, de zoon van Ahitub, de broeder van Ichabod, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, de priester des heren te Silo, droeg de ephod. En het volk nu wist niet dat Jonathan weggegaan was. En tussen de bergpassen waarlangs Jonathan trachtte over te steken naar de wachtpost van de Filistijnen, was aan weerszijden een rotspunt. De ene heette Bozes, de andere Sene. De ene punt stond als een zuil in het noorden tegenover Michmas, de andere in het zuiden tegenover Geba. En Jonathan nu zeide tot zijn wapendrager: "Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons handelen, want de Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen." En toen zeide zijn wapendrager tot hem: "Doe al wat uw hart begeert, ga uw gang. Ik ben met u, wat ook uw hart begeert." Here we see Israel under a very critical, bad situation. En hier zien we het volk Israël en ze bevinden zich in een hele kritische, slechte situatie. Israel was besieged by the enemy, by the Philistines. De Israëlieten werden belegerd door de Filistijnen. It was a serious siege. En het was een sterke belegering. A terrible blockage. Het was een verschrikkelijke blokkade. I mean, they were surrounded by the enemy. Ze waren aan alle kanten omgeven door de vijand. But that was not the worst situation. Maar dat was nog niet eens het ergste. Worst still, there was no weapon in the whole nation of Israel to fight their enemies. Wat veel erger was, was dat er geen wapens waren in het hele land Israël waarmee ze de vijand te lijf konden gaan. No weapons in the whole country. In het hele land was geen wapen te vinden. The only two weapons remaining, the only two arms remaining, were with the king Saul and the son Jonathan. De enige wapens die waren overgebleven, die bevonden zich in het bezit van koning Saul en zijn zoon Jonathan. I mean, and the enemy not only surrounded them. En het was dus niet alleen zo dat de vijand hen omringde aan alle zijden. They were also making a mock of them. Ze bespotten het volk ook. They were telling them, "Come to us, we will sharpen your weapons for you." En ze zeiden: "Waar kom je niet bij ons? Wij zullen je zwaarden wel slijpen voor we je. We can give you some." En misschien kunnen wij je nog wel wat zwaarden geven ook. Who will sell some useless cutlasses? En een paar machetes to you and sharpen it for you. En een paar bijlen en machetes en speren die wij niet meer gebruiken willen we wel even voor jullie. Mooi polijsten, dan geven we ze aan jullie. Because they know their strength, the strength of Israel is too weak anyway, and that would not help them a lot. Want ze wisten toch wel dat Israël zo verzwakt en zwak was dat ze er niks mee konden uitrichten. The chapter 13 of 1 Samuel tells us more about that.
En we lezen daarover iets meer in het 13e hoofdstuk van 1 Samuel. We can just read some few verses there from verses 19 to 22. We kunnen een paar versen daaruit lezen. To have a picture. Om even een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand was. Situation Israel was in. En hoe serieus en ernstig de situatie was. Now there was no blacksmith to be found throughout all the land of Israel. For the Philistines said, let the Hebrews make swords or spears. Dat is 1 Samuel 13 vers 19. Een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken. But all the Israelites will go down to the Philistines to sharpen each man's plowshare, his mattock, his axe and his sickle. Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zeis, zijn ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen. And the charge for a sharpening was a pin for the plowshares, the mattocks, the fox and the axes, and to set the points of the gods. So it came about on the day of battle that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people who were with Saul and Jonathan, but they were found with Saul and Jonathan his son. De prijs nu voor het scherpen was 2/3 sikkel voor de zeisen en de ploegscharen en 1/3 sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels. Zodat er op de dag van de strijd zwaard nog speer gevonden werd bij al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden zij wel gevonden. This is a critical situation. Dit is een hele ernstige situatie. Whereby the future and the lives and the very existence and survival of Israel depended on their enemies. En de toekomst en de levens van het hele volk Israël hing eigenlijk af van hun vijand. Even the livelihood for them to eat and survive, they needed to go and sharpen it and get it from their enemies. Zelfs datgene wat ze nodig hadden om in hun eigen brood, dagelijks brood te kunnen voorzien, moesten ze brengen naar de vijand om het daar te laten slijpen en scherpen. They were not only besieged by their enemies. Niet alleen werden ze belegerd door de vijand. They were being ruled and dictated to. Ze werden compleet geregeerd en gedicteerd door de vijand. It's a national besiege. Het was een nationale belegering. It was a total blockage. En het was een totale blokkade van alles wat er in het land was. This was the people of God. En dit was toch het volk van God. They were to change the circumstances. Zij moesten toch de omstandigheden veranderen. Yet they were under circumstances. En toch leden ze onder de omstandigheden. Many a times we find ourselves living under such a siege. En vaak hebben wij ook zo'n belegering in ons leven te ervaren. When we take Holland today, als we even kijken naar Nederland vandaag de dag. The Netherlands today, we kijken naar Nederland. Is like that. Dat dit bevindt zich in net zo'n situatie. A society under a siege. De maatschappij bevindt zich onder een belegering, wordt bezet. A siege of the enemy. Het is onder de bezetting van de vijand. A possession by, you know, your country is one of the few countries in the world that has legalized drugs and prostitution. Uw land is een van de weinige landen in de wereld waar het gebruik van drugs en prostitutie gelegaliseerd is. That is an invasion of the enemy. En dat is als het ware een invasie van de vijand in uw land. That is besieged. That is being under a siege as a society. Uw hele maatschappij wordt daardoor bezet. And the worst situation is that the government that was supposed to provide and to protect the people, the government is legalizing and securing laws to protect this kind of situation. En het ergste is dat de regering die u eigenlijk hier tegen zou moeten beschermen dit nog allemaal goedkeurt en het nog ondersteunt ook. So even if you want to do anything. Dus als u al iets zou willen doen, as the people of God here, als van volk van God wat hier verzameld is, as the men and women that are called by God to change their country and to change the other nations of the world, als mannen en vrouwen van God die geroepen zijn om de maatschappij te veranderen, om het land op zijn kop te zetten, even if you want to do something, zelfs al zou u iets willen ondernemen, you are still dependent on the laws that have been prosecuted, I mean promulgated by your people, by your government. Dan bent u nog steeds afhankelijk van de wetten die door uw regering gepromoot worden. This is a very similar situation with what Israel was undergoing here. En dus de situatie waar Nederland zich nu in bevindt lijkt heel erg op de situatie van Israël waar this we net over gelezen hebben. Society is besieged by evil. De hele maatschappij is in bezit genomen this door het kwade. Society
is not only besieged by evil, but even the enemy now is dictating to the people of God how to live and how to survive. En het is niet alleen een bezetting, maar het is dat zelfs de vijand van God alles dicteert en ons voorschrijft hoe we moeten leven en overleven. This is a very perplexing situation. En het is een hele verbazingwekkende situatie. It's like you cannot really do anything about it. En het lijkt erop alsof u er eigenlijk helemaal niks meer aan kunt doen. Because how do you fight a whole system? Want hoe kun je tegen zo'n systeem als geheel optreden? How do you fight when you are blocked, when you are blocked and you are blockaged and encamped? Als je aan alle kanten ingebouwd bent en omringd bent, waar kun je dan nog mee vechten? Wat kun je dan nog doen? How do you fight without any weapons? En hoe kun je vechten als je geen wapens hebt? All the weapons are in the hands of the enemy. Want de wapenen bevinden zich in de handen van de vijand. All the people who are forming this situation, who are creating this situation, all the government, all the influences within the government. De mensen in de regering, de mensen die deze situatie gecreëerd hebben, die bezitten alle wapens, hebben alles in handen. We are so few. What can we do against a whole system? En wij zijn maar met zo weinigen. Wat kunnen wij tegen dit systeem toch uitwerken? We are not many. Wij zijn niet met zoveel. How can we change this? Hoe kunnen we dit dan toch veranderen? It's already promulgated into a law. En het lijkt erop dat alles al in wetten wordt vastgelegd. Everybody can do what he wants in our society. In onze samenleving kan iedereen maar doen wat hij goed dunkt. Besieged by evil. Het is bezet door het kwade. Besieged by sin. Bezet door de zonde. Society being taken over. By immorality. De hele maatschappij, de samenleving is overgenomen door immoraliteit. A society absorbing the kingdom of the enemy. En het is alsof de samenleving het koninkrijk van de vijand helemaal in zich absorbeert. Principles of darkness. De koningen van de duisternis, de heersers der duisternis. What will happen in 10 years time? Wat zal er vanaf nu gebeuren, nu in 10 jaar? What about 50 years time? Hoe ziet het eruit over 50 jaar? Your apartments might be having, you know, shops. Misschien zit er onder uw flatgebouw wel allerlei coffeeshops waar ze drugs verhandelen. Because of human rights. We hebben tenslotte de rechten Something van de mens, dus dat mag. Maar weet u, er moet iets aan gedaan worden. What will happen to your children? Some of you are getting married. You are planning to get married. And sommigen van u staan op het punt om te trouwen misschien. You want to give birth to children. En u wilt graag kinderen hebben samen. Some of you are planning to have grandchildren. En sommigen van u die bereiden zich al voor op kleinkinderen. Where do you send them to? Waar zendt u die kinderen in? Waar gaan ze naartoe? What will happen to them? Wat zal er met hen gebeuren? How would they walk freely in the streets? Hoe kunnen ze toch weer vrij rondlopen in de straten? Where should you run to? Waar moet je je toekeren? Waar moet je heen? Something has to be done. Er moet iets gebeuren. This is a critical situation. Dit is een hele ernstige situatie. That was the kind of situation that Israel was in. Nou, in net zo'n situatie bevond het volk Israël zich. And because there was a solution for Israel in the those days, there will be a solution for you today. Maar omdat er een oplossing en een uitreding was voor Israël toen, is er een uitreding voor ons vandaag. Because the God of Israel is still the God of today. Want de God van Israël is nog steeds de God van vandaag. Oh, he is the Lord, he changeth not. Hij is de Heer en hij is onveranderlijk. He is still the God of Abraham, Isaac and Jacob. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. He is still the same today. Hij is vandaag de dag dezelfde. This is the delivering God. Hij is nog steeds de bevrijder. This is the miracle working God. En dit is nog steeds een God die wonderen werkt. And no matter the law. En de wetten doen er even no niet toe. Matter what the government has promulgated. Het doet niet toe wat de regering voorschrijft. No matter what is prospering and expanding at the moment. En het doet er niet toe al het kwade wat zich ontwikkelt en dat uitgroeit. No matter how bad the situation might be. Het doet er niet toe hoe slecht de situatie is. Oh, maybe you might be feeling you don't have any weapons with you. En misschien voelt u wel, maar ik heb geen wapenen bij you me. You don't have any means or strategy to fight the enemy. Ik heb geen middel, ik heb geen strategie om de vijand te lijf maybe te gaan. Maybe it looks so dark and so evil and so bad. Het is zo duister, zo slecht, zo gemeen om mij heen geworden. But there is an answer. Maar er is een antwoord. And that is why God has given us the Bible. En daarom heeft God ons de Bijbel gegeven. So that we might know how to find out solutions. Zodat wij vanuit zijn woord de oplossingen kunnen vinden. In any form of evil, critical situation we might be finding ourselves in. Wat voor slechte of vervelende situatie wij ons ook maar bevinden. No, we have the wisdom of God. Weet dat wij de wijsheid van God hebben. To receive insight from heaven. Om vanuit de hemel inzicht te ontvangen. To have an understanding heart.
Om een hart te hebben dat dingen begrijpt en aanvoelt. Spiritual eyes that see. Zodat wij geestelijke ogen hebben om te zien. To derive the right answers for the right situations. Zodat we de juiste antwoorden kunnen ontlokken voor from die the situatie. Word of the living God. We kunnen die antwoorden krijgen uit het woord van de levende God. En ik geloof dat God voor u vandaag de dag vanavond wat antwoorden voor u heeft voorbereid. If you are serious about turning things around in your country. Als het u ernst is om de dingen in uw land om te draaien. That is why I'm talking to you tonight about on this subject. Daarom spreek ik tot u vanavond over dit onderwerp. On the subject going forth in faith. Ik heb het er eigenlijk over dat u voort moet gaan vooruit going in geloof. Forth in faith. U moet vooruit trekken in geloof. Yes. You see, when the situation was so bad. Weet u toen de situatie zo slecht was? When everybody was helpless. Toen was iedereen hulpeloos. When even Saul was helpless. Even zelfs de koning was hopeloos. Everybody en hopeloos. Was in a confusion and in a besieged situation. Iedereen was in verwarring en ze leden allemaal onder de bezetting. God found an answer. Maar God vormde een antwoord. And the answer was. En het antwoord is. In a man that was ready to go forth in faith. Het antwoord is gevonden in een man die bereid was om op te trekken in geloof. The answer for all and today. En het antwoord voor Nederland vandaag. Is. Men and women that will be ready to go out in faith. Is te vinden in mannen en vrouwen die op willen trekken in geloof. Men and women that will be determined that we shall be men of another spirit. Dat mannen en vrouwen die vast besloten zijn dat wij mensen zijn die een andere geest bij zich dragen. Men and women that will say. Mannen en vrouwen die zeggen. We will be of the spirit of Caleb. Wij zullen zijn en bekleed worden met de geest men van Caleb. Women that will say, mannen en vrouwen die zullen zeggen. We will be of the spirit of Jonathan. Wij zullen de geest van Jonathan bij ons dragen. Because in verse 1 it says, want er staat in vers 1. That it happened that one day, dat het op een dag gebeurde. Oh, for every one of us, there has to come one day. Weet u, er is voor ons allemaal een zekere dag. A day when we say no to the situation. Een dag waarop we niet langer de situatie tolereren. Where we found ourselves in. De situatie waar wij ons op dat moment in bevinden. We zeggen nee. When we revolt against the circumstance that has been oppressing us. Een dag waarin we opstaan en in opstand komen tegen de situatie die a ons onderdrukt. When we declare to devil and to hell that no more. Een dag waarop we tegen de hel verklaren niet meer van dit afgelopen. A day when we declare to ourselves that I am a Nederlander, I am a Dutch. Een dag waarop we tegen onszelf zeggen, ik ben een Nederlander, ik ben Holland. This is my country. En dit is mijn land. This is my fatherland. Dit is mijn vaderland. I am no more going to tolerate what I'm saying. En ik zal niet langer tolereren datgene wat ik om me heen zie gebeuren. I am going to take upon myself a responsibility. En ik zal op mijzelf een verantwoordelijkheid nemen. For the future of this country. Een verantwoordelijkheid voor de toekomst van dit land. A day must come in your life. Zo'n dag moet er komen in uw a leven. Day of action. Een dag van a actie. Day of decision. Een dag van beslissingen. A day of dissatisfaction. Een dag van nu ben ik ontevreden. A day of disagreement. Een dag van nu heb ik het gehad. With evil. Met het kwaad. A day of revolt. Een dag van in opstand komen. Against the enemy. Een dag van tegen de vijand gaan staan. A day of decision for yourself. Een dag waarop u een besluit neemt. A day to face fact face to face. Een dag waarop u de zaken eens goed onder ogen gaat zien. That day came to the life of Jonathan. En die dag die kwam in het leven van Jonathan. He had been waiting for long under the besieged situation. En hij had heel lang geleden onder die bezetting. He had been enduring for long. Hij had het moeten ondergaan. Hij had eronder geleden. He had been expecting God to act. En hij had verwacht dat God zou handelen en ingrijpen. God never acted. Maar God handelde niet. He had been expecting king to act. Hij had verwacht dat de koning wel in zou grijpen. King never acted. Maar de koning greep niet in. He had been expecting the army to act. Hij had verwacht dat het leger wel zou wat the zou doen. Army never acted. Maar het leger deed helemaal niks. Maybe you have been expecting that something would just happen. Misschien bent u wel verwachtingsvol dat er iets gaat revival gebeuren. Will just begin. Opwekking gaat zomaar opeens beginnen. Oh, that God will send in an evangelist. God zal wel een geweldig evangelist sturen. Oh, that God will send in a revivalist. Misschien verwacht u wel een geweldige opwekkingsprediker. Oh, that the government will be better. Of misschien verwacht u wel dat de regering zich wel zal oh, veranderen. That a pre-Christian government will come to power. Of misschien verwacht u wel dat er een christelijke regering gaat komen. But nothing came. Maar er gebeurde helemaal niks.
So Jonathan decided to take the bull by the horns. En op een dag besloot Jonathan om de koe bij de horens te vatten. God is looking for such men. En voor zulke mannen, and daar wacht God op. Women, en zulke vrouwen, die zoekt God. Be ready, die klaar willen zijn. To face the bull face to face. Om de koe bij de horens te vatten. To face the bull bare-handed. En die kwade stier eens even recht in zijn ogen te kijken. To defile the horns of the bull. Om de stal van de stier op zijn kop te zetten en te vernietigen. To defile the strength of the bull. Om alles op zijn kop te zetten. To put their life on the scale. Die hun leven in de waagschaal willen stellen. And say, no, I will go. En die zeggen van, nou is het afgelopen. I'm not going to agree any longer. Hier stem ik niet meer mee in, het is einde. And he says, Saul said to the young man who bore his armor. En Jonathan zegt tegen zijn wapendrager. Come. Kom. Let us go over to the other side. Laat ons oversteken naar de andere kant. To the side of the Philistines garrison. Laten we ons oversteken naar de wachtpost van de Filistijnen. And he did not tell his father. En hij zei het niet tegen zijn vader. You see. Weet u? Only these kind of people will make a difference in a society. Het zijn alleen dit soort mensen die echt een verandering uit gaan maken in de you samenleving. Can never be in a society. U kunt nooit in een samenleving zijn. And endure the situation. En de zaak maar gewoon over u heen laten komen. And expect to change the society. En erin berusten zonder en niet veranderen. Listen closely. Luister goed naar me. You will never change something you tolerate. U zult nooit iets kunnen veranderen waar u in berust. You will never change something you tolerate. U zult nooit iets kunnen veranderen waar u in berust. You will never change something you accept. U zult nooit iets kunnen veranderen wat u maar accepteert. You might not accept it in your heart. Misschien accepteert u het niet in uw hart. You might not be practicing it. En misschien doet u er wel niet aan mee. But if you don't revolt against it, maar als u er niet tegen in opstand komt, you are tolerating it. Dan tolereert u het wel. And you might be thinking, en dan denkt u misschien dat, you know. Thank God my family doesn't affect my family, my children don't take drugs, my husband doesn't drink. Misschien zegt u wel van, nou gelukkig heeft dit allemaal geen kwade invloed op mijn gezin. Mijn man is niet aan de alcohol en mijn kinderen niet aan de drugs. But listen, the second part of that truth is that. Maar er zit nog een andere kant aan die medaille. Whatsoever you tolerate. Wat je ook tolereert. Come to possess you. Komt om jou in bezit te nemen. So you will never change something you tolerate. U kunt dus nooit iets veranderen wat u tolereert. That is the first part of the truth. Dat is de eerste kant van het verhaal. The second part of the truth. En de tweede kant van dat verhaal. That anything you tolerate. Is datgene wat u tolereert. Will eventually possess you. Dat zal uiteindelijk bezit van u gaan nemen. If you tolerate, smoking. Als u roken tolereert. It will conquer you by cancer of the lungs. Dan zal het u uiteindelijk overwinnen door longkanker. Eventually. Uiteindelijk. If you tolerate pornography. Als u pornografie tolereert. You say no problem. I don't watch it. Just sometimes. Just at a weak moment. Dan zeg je van, nou, ik heb er niet echt problemen mee. Misschien af en toe op een zwak moment. Dan zie ik eens wat, maar verder niet. Pornography will destroy your family eventually. It will later possess you. Weet u, uiteindelijk zal pornografie uw gezin te gronder lichten. Het gaat bezit van u nemen. Anything you are willing to revolt against. Maar datgene waar u tegen in opstand wilt komen. Will eventually destroy you. Alles waar u niet tegen in opstand komt, zal uiteindelijk u vernietigen. You cannot be in Holland. U kunt dus niet in Nederland zijn. And afford to just think, well, I can survive. But anyway, thank God I have a job. En u kunt zich niet veroorloven door te denken van, nou, dit overleef ik wel. Ik heb er allemaal geen last van. Het gaat aan mij voorbij. You will only survive for so far. U zult het maar tot op zekere hoogte overleven. Not for too long. En het duurt niet zo vreselijk lang. The evil will catch up with you. Want het kwade weet u wel in te halen. So for you to expect a brighter future. Dus als u een blijdere toekomst wilt hebben en you wilt zien. You have to be men like of the spirit of the spirit of Jonathan. Dan moet u mensen zijn, mannen you, zijn die bekleed zijn met de geest van you Jonathan. Don't have any option, my brother. U hebt namelijk geen keuze, you mijn don't broeders. Have any option, my sister. U hebt geen opties, mijn zuster. I said I've come to set you on fire. Ik heb toch gezegd ik ben gekomen om u in vuur en vlam you te zetten. Remember? Weet u het nog, ik kom u aanpakken. U hebt geen opties, geen keuzes. You can never afford to be a spectator. U kunt zich niet veroorloven alleen maar toeschouwer you te zijn. Have to be an active participant. U moet actief deelnemer worden. You have to determine. U moet een beslissing nemen. Take a decision. Vastbesloten zijn. That no. Nee. I will give it anything it takes. Ik zal alles geven wat er voor nodig is. I will stand my position. Ik zal mijn plaats innemen. I am going to put on the spirit of Jonathan. En ik doe de geest van Jonathan aan. I will be like David. En ik zal zijn als David. I will say like he said in Psalm 18.
En ik zal zijn als David, zowel, en die zegt in Psalm 18, verse 29. In vers 29. Psalm 18. Psalm 18. Verse 29. Vers 29. Psalm 18. Psalm 18. Verse 29. He said, "For by you I run against a troop." Vers 30. Met u immers loop ik op een legerbende in. And by my God. En met mijn God. I can leap over a wall. Spring ik over een muur. You've got to take your decision. U moet zo'n besluit nemen. And say, Father, en zeggen, Vader. From today on, vanaf vandaag. I'm taking on the spirit of faith to believe you. Bekleed ik mij met de geest van geloof. And I believe that by you, Father, en ik geloof dat door u, Vader. I will run against the troop. Ik tegen op een legerbende in kan gaan. No matter how hopeless the situation might be. Het doet er niet toe hoe verschrikkelijk de situatie ook is. A troop is a battalion. Weet u, een legerbende is een bataljon van soldaten. Het is een grote groep van militairen die volledig bewapend zijn. And he said, by my God, en toch zegt hij, met mijn God. I alone, ik alleen. We go against the battalion. Zal ik tegen zo'n bataljon ingaan. By my God, door mijn God. I will overcome them. Zal ik hen overwinnen. By my God, door mijn God. I will run through the troop. Ga ik dwars door die legerbende heen. By my God, door mijn God. I will be the victor. Zal ik de overwinnaar zijn. By my God, door mijn God. I will change the situation. Zal ik de situatie veranderen. By my God, door mijn God. With my God on my side. Met mijn God aan mijn zijde. Oh, I will make a difference. Dan zal ik een verschil uit gaan maken. I will overcome. Ik zal overwinnen. I will give my best. Ik zal alles geven wat the ik enemy heb. Will never conquer me. En de vijand zal mij nooit overwinnen. This situation we have to change. Het is de situatie die we moeten by veranderen. My God, door mijn God. I run through the truth. Ga ik dwars door die legerbende heen. By my God, door mijn God. I can leap over a wall. Kan ik over een muur springen. By my God, met mijn God. I will leap over the wall. Spring ik over de muur heen. No matter how tall the wall is. Doet er niet toe hoe hoog die muur is. This is no problem. Het is geen probleem. When I'm with my God. Als ik met mijn God ben. With my God beside me. Met mijn God die aan mijn with zijde faith staat. In my God. Met geloof in I mijn God. Leap over whatsoever wall. Spring ik over wat voor muur dan ook. In mijn leven. I will leap over whatsoever. Spring ik over wat voor moeilijkheden dan in ook the heen. Law, met mijn God. In, the society, in de samenleving. In, the government, in de regering. I will leap over the wall. Ik zal over al die muren heen. Door mijn God. Are you going to say that today? Gaat u dat ook zeggen vandaag? Are you saying that today, zegt u dat met mij? These are the kind of people that change a country. Dit zijn de mensen die een land kunnen veranderen. These are the kind of people that bring changes to the society. Dat zijn mensen die de samenleving kunnen veranderen. These are the kind of people. Dit zijn de mensen. That God is looking for. Die God zoekt. Hello. Hallo daar. Are you with us? Bent u er nog bij? People who will be ready to go forth in faith. Bent u mensen die bereid zijn om op te trekken in what geloof? What do you think, my brother? Wat my denkt brethren? U, mijn broeders en zusters? Where was God? Waar was God? Where was God? Waar was God? When the country was besieged. Toen het land in bezit werd genomen. Where was God? Waar was God? When all the goldsmiths were removed from the country. Toen ze bijna uit het land werden gejaagd. Where was God? Waar was God? When all the armies were removed from the country. Toen zelfs het leger werd weggejaagd uit Where het land. Where was God? Waar was God? When the people were starving from hunger. Toen de mensen bijna dood gingen vanwege Where de hongersnood. Was God? Waar was God? That they were praying to. De God tot wie ze baden. They had the effort. Ze deden echt wel moeite. You remember? Weet u nog, ze spanden zich heus wel in. Effort in verse 3 or so. Ze hebben zich jarenlang ingespannen. They had the effort. Echt heus waar wel. The presence of God. The sign of God speaking to them. En ze hadden ook het teken dat God sprak tot hen. They had the ark. Ze hadden ook de ark nog bij zich. God never said anything. Maar God zei niks. He never intervened. Hij greep niet in. God was silent in heaven. God was stil in de hemel. You see? Ziet u? God was silent. God was stil. He was resting. Hij rustte. Taking pizza. No, God had to pizza. Hij had dus zin in een stukje pizza. Oh, big deal. Big deal. Maakt niet uit. You are praying. U bidt. Pray, pray. Bid, pray, bid. Pray. U bidt. Pray. U bidt. God will be eating pizza. Bid en God zit daar met een bakje koffie.
They had the effort. You have the church. You have the prayer. You microphones. Ik bedoel, u spant zich in. U bent in de kerk. U hebt de aanbidding. Pray, heel fijn. U bent hartstikke aan het bidden. They had the ark. Geweldig. Het volk Israël had de ark bij zich. You have the building and you are praying. En u hebt alle schoonheid en u bent aan het bidden en aan het bidden. Geweldig, geweldig. That's what those people were doing. Heel fijn. En dat deden die mensen daar ook allemaal. Yeah, yeah. Echt waar. Look, weet u? Prayer can only do so far. Weet u, gebed kan maar tot op zekere hoogte iets bewerken. What God sent me to tell you. Want wat God tegen u zegt. Is that pray. Is dat gebed. You have pray. You have prayed enough. U hebt genoeg gebeden. Now God is looking for men. Nu zoekt God naar mannen. That will be ready to go fucking faith. Die klaar zijn om op te trekken, om te gaan. Did you hear that? Hebt u dat goed gehoord? God is looking for radicals. God zoekt naar radicalen. God is looking for people that will not just be satisfied with praying. Oh, that doesn't cost anything. Just sit down and pray. Yeah, I do something. God zoekt niet naar mensen die al tevreden zijn met het gebed. Ik bedoel, dat kost u verder helemaal niks. Dat gaat vanzelf wel, pray, toch? Let God do it. Zo van, ik bid en dan doet God de rest wel, niet waar? Because we want to put responsibility on him. Want we willen toch wel heel graag alle verantwoordelijkheid bij God neerleggen, waar of niet? You don't change societies like that. Weet u, zo verandert u de samenleving niet. Big deal, ja. Yeah? Fijn, hè? Heel fijn. No, you don't change societies. Weet u? Zo verandert u de samenleving niet. No, you don't. Echt niet. No, you stand in your spirit mind. Weet u, je moet in uw geestelijke mens opstaan. You are ready to stand and say, man. U moet klaar zijn om te zeggen van, verdik me. Father, whatsoever is happening, I'm going to change the situation. Wat het me ook kost, ik ga deze situatie veranderen. I am changing the situation. Ik ga deze situatie veranderen. Now, it doesn't matter what it will cost me. Het doet er niet toe wat het me kost. It doesn't matter how they will see me. Het doet er niet toe wat de mensen van me zeggen. It doesn't matter what you are going to tell me to do. En het maakt ook niet uit wat u tegen mij zegt dat ik moet doen. I am changing the situation in my country. Ik ga de situatie in mijn land veranderen. Oh, Holland must be another country. Nederland moet een ander land gaan worden. I know it will be a good. Het moet weer een goddelijk land worden. I am changing the situation. Ik ga de situatie zoals die nu is veranderen. I am not waiting for miracle. Ik wacht niet meer op wonderen. I am doing the miracle. Ik ga de wonderen doen. I am not praying for God to come. Ik ga niet bidden dat God gaat komen. I am here. Ik ben tenslotte hier. God is in me. En God zit in mij. I will do it. Nou gaan we het toch doen of by niet dan? My God. Ik ga het doen door by mijn God. God. Met mijn God. By my God. Met mijn God. I run through the troop. Dan loop ik op een lege bende. I run down the troop. Dan ga ik op die lege bende in. I will run down the troop. Ik zal naar die lege bende toe lopen. I'm not going to pray and say God should come and run down the troop. Ik zeg niet langer God, ik bid tot u, komt u naar die lege bendes. No, I will do it. Ik moet het doen. I pray for God to be with me. Ik bid dat God mij versterkt. I pray for God to strengthen me. Ik bid dat God mij de kracht geeft. I pray for God to help me. Ik bid dat God mij de But hulp geeft. I run against maar the troop. Ik moet op die lege bende inlopen. I run against the troop. Ik moet op die lege bende inlopen. I leap over the wall. En ik moet over die muur springen. Who will stand among you? Wie is er onder u? Who, which of you will stand? Wie van u kan er tegen komen? Who will stand and say? Wie zal zeggen? I will run against the troop. Wie wil zeggen, ik zal op die lege bendes inlopen? Wie wil gaan staan en zeggen, I will leap over the wall. Ik ga over die muren heen springen? Who will stand and say, wie wil op gaan staan en zeggen, I will bring Christianity back to the Netherlands. Ik zal deze samenleving terugbrengen tot God? And say, wie wil zijn plaats innemen en I zeggen, will erase corruption ik wil and de corruptie, from my country. Corruptie en verslaving wegdoen uit mijn land? Who will stand and say, wie wil zijn positie innemen en zeggen, I will stop prostitution in our streets. Ik wil de prostitutie tegen in de straten. Those are the people who break the blockage. Those are the kind of people who can break a blockage. Dat zijn de mensen die de blokkades kunnen doorbreken. Those are the kind of people who can destroy the siege of the enemy. En dat zijn de mensen die de bezetting en de belegering van de vijand kunnen vernietigen. People that will be ready to go forth in faith. Mensen die bereid zijn om voort te gaan in geloof. Listen very closely. Luister even goed. So the last part of verse 1. We kijken nog even naar het laatste gedeelte van de vers 1. Of the first book of Samuel. In 1 Samuel hoofdstuk 14. Verse 1. Vers 1. The last part of it says, het laatste gedeelte van dat vers. But he did not tell his father. Daar staat, maar zijn vader deelde hij het niet mee. You know, after you have taken your decision to go out in faith. Nadat u een besluit hebt genomen om uit te gaan in geloof. The next step
for a man that is changes that will change the society should do. Dan is de volgende stap die iemand die de samenleving gaat veranderen deze. Is never to consider other men. Never to consider other men. Je moet nooit meer rekening houden met andere mensen. Never to wait for other people. Je moet niet meer gaan wachten op anderen. Never to seek people's advice. Je moet ook niet meer gaan zoeken naar andere mensen advies. Your decision, als u eenmaal uw besluit hebt genomen, it doesn't matter what other people say. Dan doet het er niet meer toe wat andere mensen daarvan vinden en zeggen. Today, vandaag, all of you are looking at me. U kijkt mij allemaal aan nu. And you feel everybody is hearing the same thing. En u voelt iedereen hoort dezelfde boodschap. But people are going to act differently. Maar mensen zullen allemaal verschillend gaan handelen naar aanleiding van deze boodschap. Het doet er niet toe wat andere mensen doen. Het gaat erom welk besluit hebt u genomen. Men and women will go out of here today. Vanavond zullen mensen en mannen en vrouwen die weggaan. En ze, als ze weggaan zullen ze de zalving verliezen. Fire is burning in your heart, maar als het vuur nog steeds brandt in uw hart. You have to make your decision for yourself. Dan moet u zelf een besluit nemen. No matter what anybody else does. En dan doet het er niet toe wat and andere say, mensen I'm doen. Not going to agree with this situation. U moet zeggen ik stem niet langer in met de situatie I am not zoals going die to is. Tolerate it. Ik ga dit niet langer tolereren. I have said it to myself. En dat heb ik tegen mezelf gezegd. To God. En dat zeg ik ten overstaan van God. Father, you heard me. Vader, u hebt me gehoord. I will act. Ik zal gaan handelen. I will do something. Ik ga iets doen. You've heard that, Father. En dat hebt u van mij gehoord, Vader. It doesn't matter what anybody does. En het doet er niet toe wat andere mensen doen. Men that will not conform with blood and flesh, with flesh and blood. Mensen die niet gelijkvormig willen zijn en worden aan vlees en bloed om hen heen. That is the secret behind the ministry of Paul. Dat is het geheim achter de bediening van Paulus. Galatians. Laten we nog even kijken naar Galaten. Chapter 1. Galaten hoofdstuk 1. 15 and 16. De versen 15 en 16. Verses 15 and 16. Galaten 1 vers 15 en 16. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, but called me through his grace to reveal his son in me, that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately conform with flesh and blood. Maar toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder af aan afgezonderd had, en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan bij vlees en bloed. People who look at public opinion, people's opinion, they never go far in this life. Mensen die op zoek zijn naar de mening van anderen, die zullen nooit vooruitstappen en iets gaan doen en veranderen in de maatschappij. Until you take the decision. Tenzij u zelf besluit. Listen closely. En luister goed. Until you take the decision. Tenzij u zelf besluit. Never to pay attention to man. Om nooit meer uw oor te lenigen aan een ander mens. You will die an ordinary person. You would die an ordinary man. Zult u gewoon zijn blijven? You would die in ashes. Dan eindigt u als een gewoon mens, niks bijzonders. You would eindigt perish nou. in the history of humanity. U gaat te gronden in de grote menigte. Niemand zal zich u kunnen herinneren. Until you are determined to die to people's opinion. Maar tenzij u bereid bent om uw oor niet meer te leggen naar de mening van anderen. You will remain insignificant in your generation. Zult u onopgemerkt blijven in uw generatie. The people will become great in this side of the world. Maar de mensen die groot zijn geworden aan deze kant van de planeet. Are people who have decided that it doesn't matter what people do. It doesn't matter what others say. They are going to be different. Mensen die opgevallen zijn, zijn mensen die voor zichzelf hebben besloten. Doet er niet toe wat een ander zegt, wat een ander vindt, wat een ander doet. Ik ga het veranderen. That is why you are all members. En daarom bent u allemaal. Bent u gewoon een lid van de gemeente? Blijft u de gemeente? The reason why everybody is talking about your pastor all over Europe. En de reden waarom iedereen in Europa het heeft over uw voorganger. Is because he had decided to die to public opinion. Is omdat hij besloten heeft om niet meer te luisteren naar de mening van and het publiek. It doesn't matter what people will say or write. Het doet er niet toe of mensen het nou goedkeuren of niet. He had buried his Dutch personality. Hij heeft zijn Nederlandse persoonlijkheid wat dat betreft begraven. He's a dead man. Hij is eigenlijk een dode man. It is only because he's dead that's why he can live to see the glory. En het is alleen maar omdat hij zijn leven heeft afgelegd dat hij kan leven om de heerlijkheid te zien. Until you are dead to the public opinion, you are not ready to enjoy the beauty of the Lord in this world. En tenzij u bereid bent om het geluid van het publiek om u heen neer te leggen, zult u niet de heerlijkheid van de Heer kunnen aanschouwen. That is why Paul had to say that yes, now that the Lord has called me,
I will not come forth with blood and flesh. En daarom heeft Paulus ook gezegd, nu ik weet dat de Heer mij geroepen heeft, ga ik niet meer te raden bij vlees en bloed. It is by the same reason. En het is door om diezelfde reden. That Jonathan said, I doesn't care what my father does. Dat Jonathan zei, doet er niet toe wat mijn vader onderneemt. I don't want to see his opinion. Ik wil zijn mening I'm niet horen. Tired of status quo. Ik ben die status quo zat. I'm going forward. Ik trek erop uit. I'm changing things. En ik ga dingen veranderen. And that is the decision God is asking from you today. En dat is een besluit wat God ook van u vandaag de dag vraagt. You see, a man that will go forth in faith. Weet u, mensen die willen opgaan in geloof. Must be a man of another spirit. Dat zijn mensen die een andere geest bij zich hebben. Numbers chapter 14. Laten we even kijken naar Numeri hoofdstuk 14. Verse 24. En dan vers 24. Numbers 14, 24. Numeri hoofdstuk 14, vers 24. You must be someone like the spirit, in the spirit of Caleb. U moet iemand zijn die de geest van Caleb bij zich heeft. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Dan zegt de Heer, doch omdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten. But my servant Caleb, maar mijn knecht Caleb. Would you like God to brag on you sometime? Zou u het fijn vinden als God dus over u zou gaan opscheppen? Would you like God to say, yeah, that is my guy. Zou u het fijn vinden als God zegt van ja, maar die hoort bij mij, dat is mijn man. But my servant Caleb. Dat de Heer zegt, het is mijn knecht Caleb. But my servant Caleb. Mijn knecht Caleb. But he is my boy. Dat is mijn man. Yeah, I'm proud of him. Ja, zeker weten. You see, until you are ready to for the world to laugh at you, to make you a laughing stock. Tenzij u bereid bent om het goed te vinden dat de wereld u helemaal uitlacht en dat u een aanfluiting bent voor de wereld. You can never be qualified for God's bragging. Kunt u nooit kwalificeren voor het opscheppen van God? Is either one or the other. God gaat over u opscheppen of niet. Maar de wereld vindt u een aanfluiting. Choose today. En kies vandaag. Whose praise do you want to receive? Wiens eer wilt u ontvangen? But when you want everybody to say you are a good guy at work, yeah, you are a nice neighbor. Maar als u graag wil dat iedereen op uw werk zegt van ja, dat is toffe peer en de buurman, dan geweldig, weet je. You are losing out before God. Weet u, als dat uw houding is, dan verliest u wat ten opzichte van God. But when you are ready to be in the back book of the people of the world. Maar als u het niet erg vindt dat er mensen over u heen lopen in de wereld. So dat u achteraan komt. The black sheep of the people of dat the world, u als het ware het zwarte schaap bent. Then God will be able to spot your back and say, yeah. Dan kan God u op de schouder kloppen en zeggen van ja, maar die is van mij. This is mine. Dat is mijn man, dat is mijn vrouw. So that is what, you know, God, that's why God was able to speak of Caleb. But my son, he was proud of. Daarom kon God zeggen, het is mijn knecht. God was trots op Caleb. Because he has a different spirit. Want bij hem is een andere geest. Are you ready to have a different spirit from the society you live in? Bent u bereid om een andere geest te hebben dan de samenleving om u heen heeft? Are you ready to be a man of different spirit from the people of the church you go to? Bent u ook bereid om een andere geest te hebben dan de mensen in de kerk waar u naartoe gaat? That's a big one. Nou, dat is me nogal een vraag, hè? Dat is een vraag. Are you ready to have a different spirit from all the Christians in Holland? Bent u bereid om een andere geest te hebben vergeleken met alle christenen in Nederland? Until you are ready to do that. Tenzij u bereid bent om die daarmee te bekleden. You cannot go forth in faith. Kunt u niet voortgaan in geloof? Because the opinion of man will always hold you back. Want de mening van deze wereld, ieders gedachte zal u tegenhouden. But you see, if you be able to do that, maar weet u, als u in staat bent om het toch te doen. As you go forth in faith, als u doorgaat en voortgaat in geloof. Die to the opinion of mine, en u laat de mening van de omgeving maar achter u. Then God will be able to say of you, dan zal God van u kunnen zeggen. That this man has followed me fully, deze will, heeft mij volkomen gevolgd. I will bring him into the land where he went. En ik zal hem brengen naar het land waar hij geweest is. And his descendants shall inherit it. En zijn nakomelingschap zal het bezitten. Don't ever hope or dream that your descendants will inherit this country if you don't act like this guy acted. U kunt niet hopen of dromen dat uw nakomelingen dit land zullen bezitten als u niet bereid bent om deze stap te nemen. Don't ever hope that your descendants
would inherit Netherlands if you tolerate and you are passive about the situation. En hoop niet dat uw nakomelingen dit land zullen beërven als u niet bereid bent om in actie te komen en niet langer te tolereren wat er gebeurt. God's guarantee is only to those people who are ready to go forth. God garandeert dit alleen maar aan de mensen die bereid zijn om voor te gaan in geloof. God couldn't give any guarantee to those people, to the other 10. God kon geen garantie geven aan die andere 10 verspieders die uit waren getrokken. God could only give, he could only give guarantee to the man that said, I'm going against public opinion. God kon alleen iets beloven aan die mensen die zeiden van, ik ga mijn plaats innemen en ik ga een andere geest doen, ik ga iets veranderen. Ik trek erop uit. So God is looking for you to be able to say like Caleb, God give me this mountain. I'm ready to go against the challenge. En God zoekt naar mensen die net als Caleb zeggen van, God geef mij deze mantel. Ik ben bereid om de uitdaging die voor me ligt aan te gaan. Joshua 14, 12. Joshua hoofdstuk 14 vers 12. We see Caleb saying, Lord, give me this mountain. Daar zien we Caleb die zegt van, Heer, geef mij die mantel. There was no challenge too difficult for him. Voor hem was geen uitdaging te groot. Will you say, give me this mountain? En hij zegt, geef mij deze berg. As a woman, will you say, give me the mountain of abortion? I will set up an agency, an anti-abortion agency. I will fight it. I will eradicate it. Give me this mountain. Bent u bereid om te zeggen, wat voor berg er ook staat, ik wil hem innemen voor de Heer. Of het nou de berg van abortus is of wat dan ook. Wilt u hem gaan innemen? As a former drug addict, will you say, I will set up a ministry. I will get a team of people. And we will go against drug addiction in this country. We will eradicate it. Give me this mountain. Wilt u als ex-verslaafde zeggen, ik ga een bediening opzetten om de drugsverslaafde bij de Heer te brengen. Ik ga alles afbreken wat de regering heeft toegelaten. Ik ga een verandering brengen in dit land. As a former alcoholic, will you say, now that the Lord has set me free, now I'm ready to go against this disease in the society, and I'm going to fight against alcoholism. Give me this mountain, Father. Pastor, give me this ministry. En wilt u als ex-alcoholverslaafde zeggen van, nu ik er vanaf ben en bevrijd ben, wil ik deze berg in bezit gaan nemen. Ik kom er tegen in opstand. Give me this ministry. Geef mij een bediening om dat te kunnen aan te pakken. Geef mij deze bediening, die bediening. Ik ga er tegen in opstand komen. Give me the ministry of evangelism. Ik treed op, geef me de bediening van evangelisatie. I'm going to take the youth for God. Ik ga de jeugd binnenhalen voor God. Give me this prayer ministry. Geef mij een gebedsbediening. I'm going to destroy all forces of evil over our country. Ik ga alle machten van het kwaad in dit Give land te neerhalen. Geef mij deze berg, want met mijn God I can run down the trope. Kan ik de legerbendes inlopen. Because with my God, want met mijn God, and by my God en door mijn God I will leap over the wall. Spring ik over al die muren heen. Give me this mountain. Geef mij deze berg. Give me this mountain. Geef mij deze berg. Will you be the man that will be able to say that? Wilt u een man of een vrouw zijn die dat zegt? Geef mij die berg. Only men of another spirit speak like that. Het zijn alleen mensen met een andere geest die dit kunnen zeggen. Who is this man of other spirit? What are the other things they say? En wat is die man van een andere geest? Wat heeft hij nog meer te zeggen? Men of another spirit are people who are able to take risk. Mensen met een andere geest zijn in staat om risico's te nemen. Yes, that is in Isaiah, in that same chapter 14 of first. Dat zie je ook in 1 Samuel hoofdstuk 14. You know, in verse 4. In vers 4. It says. Daar staat. Now between the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistines garrison, there was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side, and the name of one was Bozes and the name of the other Senech. Tussen de bergpassen waarlangs Jonathan trachtte over te steken naar de wachtpost van de Filistijnen, was aan weerszijden een rotspunt. De ene heette Bozes, de ander Sene. He's saying that the rock was a sharp rock. En er staat in Engelse vertaling dat het om een scherpe rotspunt there ging. Are two rocks. Er zaten dus twee van die scherpe punten. One there on this side. De ene aan de ene kant. And there is another one here. En dan nog eentje ook aan de andere But kant van de bergpas. There was a gap in between. Maar er zat wel een pas tussen. And for you to be able to pass from the other rock to the other one, it's a very sharp, thorny, like thorn, cutting. Maar het waren hele ruwe randen. De randen, daar kon je aan snijden, daar kon je aan bezeren als je van de ene kant naar de andere kant wilde oversteken. Very dangerous. Heel gevaarlijk dus. So they could hurt their flesh. Het kon echt hun vlees beschadigen. And it is a great risk to try to jump over the valley.
from between this and this, they could fall inside. En het is dus een groot risico om te proberen die pas over te steken of zelfs maar over te springen, want je kon tussen die scherpe punten terechtkomen. That is the kind of risk that appears to us when we want to go out against the evil in the society. Dat is ook het risico wat wij onder ogen moeten zien als wij willen opstaan tegen het kwaad in onze samenleving. All different kind of circumstances come against us and pose to be thorns. Er komen allerlei omstandigheden op ons af die werken als dorens in ons leven. Of die werken als scherpe stenen die ons, waar we ons aan kunnen openhalen. But you see, the spirit of faith, maar weet u, de geest van geloof makes you to overlook the risks. Die zorgt ervoor dat u over de risico's heen kijkt. There are a lot of fears that will be coming if you want to decide to do something. There are a lot of fears. What if this happens? What if that happens? En als u die beslissing wilt nemen, dan zult u ook overvallen worden door allerlei soorten van angst en vrees. Wat als dit en wat als dat? What about job? How do you feel? How do you survive? What about family? What about government? What about police? What about... Hoe zit het met mijn baan? Hoe zit het met mijn gezin? Hoe zit het met de regering? Wat zullen zij er wel niet van vinden? Enzovoort, enzovoort. But you see, he saw those obstacles. Maar weet u, Jonathan zag deze obstakels. He saw the difficulty. Hij zag de moeite. Yet he had determined to go. En toch was hij vastbesloten om te gaan. Your spirit of faith should overcome every kind of danger and fear that the enemy is trying to... De geest van geloof overwint elke geest van angst en gevaar die op u weggeplaatst wordt door de vijand. That is why you must be a spirit of another man. En daarom moet u ook een andere geest bij u hebben. A man of another spirit, I'm sorry. U moet een mens zijn van een andere geest. When you are a man of another spirit, you are not afraid of challenges again. En als u bekleed bent met uw andere geest, dan bent u niet bang voor al die uitdagingen. You know challenges come for you to overcome them. Want dan weet u dat die uitdagingen voor u liggen om ze te overwinnen. You know, if there is a challenge, it means there is going to be a testimony. U weet, van als er een uitdaging voor me is, dan komt er ook een getuigenis. The harder the difficulty, the harder the greater the victory. En hoe groter de moeilijkheid, hoe groter de overwinning. So if you are a man of another spirit, dus als u een man bent met een andere geest, dan moet u ook, you should also be a man that is ready to go alone. Dan moet u ook bereid zijn om alleen te gaan. A man that is ready to go alone. Iemand die bereid is, een mens om bereid om alleen te gaan. If all the world will be opposing you. Al staat de hele wereld tegen u op. Jonathan. Zelfs Jonathan. He had to propose to his armor bearer. He was not forcing him to go with him. Hij dwong zijn wapendrager niet met hem mee te gaan. He was proposing to him, will he be ready to go or not? Maar hij stelde het hem wel voor. Kom, ben je bereid om met mij te gaan? If he would not be ready to go, he was ready to go alone anyway. En als de wapendrager niet bereid was, was Jonathan nog steeds bereid om alleen te gaan. That is why he didn't tell his father. En daarom zei hij het ook niet tegen zijn vader. He didn't tell the army. Hij zei het ook niet tegen het leger. But you see, I'm finishing. Maar weet u, en dit zeg ik ter beëindiging. When you step out in faith like that. Als u op zo'n manier uitstapt in geloof. You remember in Numbers 14:24, God tells Caleb. Weet u nog wat er stond in Numeri hoofdstuk 14? That I will give the land that you have gone to see. Daar zegt God tegen Caleb: ik zal je het land geven wat je gezien hebt. To you and your descendants. Jij zult het terugzien en je nakomelingschap zal het bezitten. Because of the risk you have taken. Vanwege het risico dat je hebt durven nemen. Because of this decision you've taken. Vanwege de beslissing die je hebt genomen. Because you are not mindful of yourself. Omdat je niet alleen maar aan jezelf hebt gedacht. Because you are not pitying yourself. Omdat je geen zelfmedelijden hebt. Because you are not, you know, you are not afraid of risking your life. Ik geef het je omdat jij niet te bang bent om je leven in de waagschaal te zetten. Until you are ready to risk your life, you will never get it. En tenzij je bereid bent om je leven in de waagschaal te zetten, zul je het nooit krijgen. Matthew 10:39. Matthäus 10 vers 39. As long as you struggling to keep your life. Zolang als u moeite doet om uw leven vast te houden, it is not secure. Dan is het onzeker. God will never protect it. God zal het dan niet kunnen beschermen. But when you say, Father, I'm giving up my life for you. Maar als u zegt, Vader, ik geef mijn leven op aan u. Let anything happen. Maakt niet uit wat u ermee doet. I will please you. Ik wil u behagen. I want to please you. Ik wil u behagen. At any cost. Wat het me ook kost.
Then, because you are ready to lose your life, that is when God becomes your guarantee that He will protect your life. Omdat u bereid bent om uw leven te geven, is God uw garantie dat Hij u het leven zal geven. I can tell you stories over stories, above stories about what people have done to you know, about myself in Ukraine. Ik kan u vele verhalen vertellen van wat mensen mij geprobeerd hebben aan te doen in de Oekraïne. I went to court against the Attorney General of the country. Again, the Attorney General, the prosecution, the officer. Ik ging naar de hoogste officier, procureur-generaal in het land. We hebben hen aangeklaagd. We had a lawsuit with them. En we hebben een heel lang proces met hen gehad. I had a lawsuit with the cabinet of ministers. Ik ben zelfs vervolgd geweest. Ik had een zaak met het kabinet van de ministers. I fought against the KGB of the country. En ik heb echt gestaan tegenover de machten van het land, de hooggeplaatsten. I had a surveillance, you know, surveyor, monitor. En ik werd in de gaten gehouden. Ze volgden mij overal, surveillance. After me. De KGB is achter me aangeweest. I had police coming to my house and to you know to stop me every time and. De politie is heel vaak bij me binnen geweest, geprobeerd me tegen te houden. Ze hebben mijn paspoort ingenomen, mijn visum ingenomen. Remember, I'm a foreigner in the country. Want vergeet niet, ik ben een vreemdeling in I'm dit not land. A citizen of the country. Ik ben geen inwoner van het land. I was threatened of being in prison and killed several times. En ik ben vaak bedreigd met gevangenschappen, zelfs met ombrengen, met de dood. But you see, until you are ready to give your life, you are not ready to save it. Maar weet u, tenzij u bereid bent om uw leven te geven, kunt u het niet redden. So be ready to give your life for the cause of the gospel in your country. Dus wees bereid om uw leven te geven voor het evangelie, voor de voortgang in uw land. Then shall you save your life. En dan zult u uw leven redden. And not only your life. En niet alleen uw leven. The Lord then will make sure. Maar dan zal de Heer er ook van verzekeren. That your descendants. Dat uw nakomelingen. Inherit the land. Het land zullen beërven. You see, when Jonathan had taken that decision, toen Jonathan deze beslissing nam, God came to him. Toen kwam God tot hem. You see, God didn't act until Jonathan acted. Weet u, God handelde niet totdat Jonathan in actie kwam. Until you stand, God will remain quiet. En totdat u in actie komt, zal God stil blijven. So after Jonathan acted, God responded. Nadat Jonathan in actie kwam, toen ging God daarop in. God is waiting for you to act so he might respond. En God wacht erop dat u in actie komt zodat hij daar kan reageren. Then he brought deliverance. En toen bracht hij de verlossing. To Israel. Hij bracht verlossing aan Israël. That is number one. Dat is nummer 1. Number 2. Punt nummer 2. What God did. Wat God deed. After Jonathan responded. Nadat Jonathan in actie kwam. Was that God gave him a man of a similar spirit. Was dat God iemand naast hem plaatste die dezelfde geest had als hij. Verse 7. Dat lezen we in vers 7. So his armor bearer said to him. Toen zei zijn wapendrager tegen hem. Do all that is in your heart. Go then. Here I am with you according to your heart. Doe al wat uw hart begeert. Ga uw gang. Ik ben met u wat ook uw hart begeert. When you are ready to step out in faith like that. Als u klaar bent om uit te stappen in geloof. God will make when he sees your heart that you are sincere. En God ziet in uw hart dat het u echt menens is. God will give you a team. Dan zal God u een team geven. You will never be alone. En dan zult u nooit alleen zijn. God will find faithful men. God zal getrouwe mensen voor u vinden. And he will surround you with them. Mensen waar u zich mee kunt omringen. Never think. En denk maar nooit that the Lord will forsake you. Dat de Heer u zal verlaten. He will never forsake you. Hij zal u nooit begeven. You will start feeling his presence, not like before. En u zult zijn aanwezigheid gaan ervaren als nooit tevoren. Then he will elevate you. He will elevate you. En hij zal u opheffen. And you will find so much favor. En u zult zoveel gunst vinden bij God. And you shall become the center of the earth. En u zult als het ware het middelpunt van de aarde worden. And the attraction of your people. En de mensen zullen tot u aangetrokken worden. But this don't come unless you are ready to risk and go out in faith. Maar dit gebeurt niet tenzij u bereid bent om risico's te nemen en te gaan in geloof. The next thing God did. En het volgende wat God deed. Is that God gave him a strategy and a tactic. Is dat a tactic
of how to tackle the situation. Is dat God hem een strategie gaf en een tactiek hoe hij de situatie aan moest pakken. You know, you remember? U bent een lid. God said to him. God zei tegen hem. God put it in his heart. God legde het in zijn hart. That he should that if the people tell him come, it means they can go and attack. And if they say stay there, it means no, that God is not giving them the possession of the land. That is verse where is it? Verse 12. Er staat verse 9. Er staat in vers 12. Als we blijven staan, wacht dan tot wij bij u komen. En dan blijven wij staan waar we zijn en wij klimmen niet tot hen op. Maar indien de vijand zegt, klim tot ons op, dan zullen we opklimmen, want dan heeft de Heer hen in onze macht gegeven. Dat is een strategie. Dit is een strategie. And that was what, it was very simple. En het was eigenlijk heel eenvoudig. It was after they obeyed that strategy. Want nadat ze gehoorzaam waren aan deze strategie, that they, the two of them, toen gingen er twee van hen, why would they defeat the enemy? Die konden toen de hele legermacht verslaan. An army that a whole country was afraid of. Er waren maar twee mensen die dat hele leger versloegen en het hele land was doodsbang voor dat grote leger. Two people overcame. Maar er waren maar twee mensen nodig om hen te overwinnen. That is why you are very fortunate to be here tonight. En daarom bent u zo bevoorrecht dat u hier vanavond bent. This message is not for everybody. Want deze boodschap is niet voor iedereen. You might have a church of 1,000. Misschien hebt u een grote kerk, veel leden. Or you might have several churches here that could be in 2,000 or thousands of churches all over. En misschien zijn hier wel een heleboel kerken vertegenwoordigd, zodat een heleboel mensen met deze boodschappen in contact kunnen worden gebracht. God didn't trust any one of them to hear this message. Want God vertrouwde niet één persoon toe om deze boodschap te horen. He trusted it only into your into your hands. Hij vertrouwde het toe in uw handen. Only into your hands. Hij gaf het in uw handen, deze boodschap, niet aan iedereen. Because to God. Want het gaat om God. According to verse 6. Want er staat in vers 6. It doesn't make any difference. Het maakt geen verschil. For God to save by few or by many. Want het maakt voor de Heere geen verschil of hij nou weinigen heeft so of velen waar hij door kan verlossen. Look at the fact that you are few tonight. Dus kijk niet naar de hoeveelheid mensen of dat u maar met zo weinigen bent. It is because it is you he has decided to trust. Het gaat erom dat hij u heeft uitgekozen om u deze boodschap toe te vertrouwen. Others might come. Misschien komen er nog anderen. And join you. En die zullen zich bij u gaan voegen. But you are the ones who came. Maar u bent degene die vanavond bent gekomen. You see, men like going and men like measuring things according to mind standards. Mensen willen graag een heleboel dingen gaan meten en afmeten, willen graag dingen met hun verstand kunnen bevatten. Men would like to go for popular names and, you know. En de mens vindt een goede naam heel erg belangrijk en geweldig. But you just decided to risk and come. Nou, maar deze kerk heeft al besloten om dat alles in de waagschaal te zetten en risico te nemen. En u hebt een risico genomen door hier te komen. It's you, God brought. Want u bent hier door God gebracht. Nobody was supposed to preach this message. Niemand anders moest deze boodschap prediken. Nobody will preach it. En niemand zal hem ook prediken. He gave it to me. Hij gaf die boodschap aan mij. I am the only one. En ik ben de enige met deze boodschap. And nobody was supposed to hear it. En er waren ook geen anderen die dit moesten horen. Apart from you. Anders dan u die hier bij elkaar from zijn gekomen. Mouth. U moest het horen uit mijn mond. Others will hear over the television, through video and audio. En andere mensen zullen het horen door de cassetteband of door de video. But you are the first one that trusted in. Maar u bent de eerste groep aan wie God deze boodschap toevertrouwt. So you are fortunate. You are fortunate. U bent erg bevoorrecht. Take responsibility. Neem verantwoordelijkheid. Over what you are hearing. Over datgene wat u gehoord hebt. And God bless you, my dear. En God zal u machtig zegenen. You see, I brought some other tapes actually. Ik heb ook nog wat cassettes meegenomen. From Kiev. Meegenomen uit Kiev. But I didn't bring them tonight. Maar ik heb ze vanavond niet mee hier naartoe genomen. Because God told me. Omdat God het tegen me zei. Don't take them. Neem ze vanavond niet mee. Let them hear the first night. Maar laat de mensen vanavond eerst maar eens goed de boodschap horen. Then tomorrow bring it. En dan morgen mag je de cassette dan meenemen. But you see. But you see. Maar ziet u? You see now. Maar u ziet het nu voor uzelf. Ik wil afsluiten. Every preacher finishes two or three times, you know. Elke prediker zegt dat minstens drie keer voordat hij echt afsluit. So let's move fast.
Dus ik ga wel even door natuurlijk, even snel. You see, there were some people, this, you know, there were, apart from Jonathan and the servant, there were other men. Afgezien van Jonathan en zijn wapendrager waren er nog andere mannen. That God wanted to use. Die God wilde gebruiken. That God couldn't use. Maar die... Wanted to use, but he couldn't use them. Mannen die God wilde gebruiken, maar niet kon gebruiken. That day. Op die dag. That particular day. Op die specifieke dag. This day too. En vandaag de dag ook. There are other men in your country. Zijn er andere mensen in uw land. That God would like to use. Die God heel graag zou willen gebruiken. But they couldn't be here. Maar die niet gehoord hebben. Not two or three. Not some reasons why God couldn't use the men in the days of Jonathan. En er zijn verschillende redenen waarom God die andere mensen in de tijd van Jonathan niet kon gebruiken. The first reason. En de eerste reden. Because in verse 2. Zien we in vers 2. God wanted to use Saul. God wanted to use Saul, the father of God Jonathan. Wilde Saul gebruiken, de vader van Jonathan. Because he was the captain of the army. Want hij was de leider van het leger. He was the commander in chief. Hij was degene die de leiding had, de generaal. The anointing for victory was upon him. En de zalving voor de overwinning rustte op hem. But he never went. Maar hij ging er nooit op uit. There are some people that were anointed in this country. Er zijn mensen in dit land die gezalfd zijn. That's pastors, leaders that were supposed to be here. Voorgangers, leiders die eigenlijk hier zouden moeten zijn. That would not do what they were supposed to do. Maar die toch niet datgene doen wat ze Because eigenlijk zouden vast, moeten doen. Vast two says, Want er staat in vers 2. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree, which is in Migron. The people who were with him were about 600 men. Want Saul zat onder de granaatappelboom en er waren ongeveer 600 man krijgsvolk bij hem. Look. Luister. He had people. Hij had wel mensen. He had an army with him. Hij had een heel leger bij zich. Jonathan only had one. En Jonathan had maar één man bij zich. He had 600. En Saul had er 600. Yet he didn't go out against the enemy. En toch trokken zij niet op tegen de vijand. He was expecting God to come. Hij wachtte totdat God eens een keer zou komen. He was praying. Hij zat te bidden. He was waiting for perfect situations, perfect circumstances. Hij wachtte op de perfecte situatie tot het allemaal volmaakt was om te gaan. He was waiting for the time everybody would have equipment or weapons to fight. Hij zat te wachten totdat iedereen weer een wapen zou hebben waarmee ze konden vechten en aanvallen. He was waiting for the time when the army would not be 600, would be 6,000 or 600,000. En hij zat te wachten tot het moment dat het leger niet bestond uit 600 man, maar liever nog uit 600.000 man. Maybe you are also like that. En misschien bent u wel net zo. Please change your mind. Maar u moet even uw gedachten veranderen. The second people that God wanted to use that he couldn't use. De tweede groep mensen die God niet kon gebruiken. Is because, is in verse 3. Lezen we in vers 3. Ahijah, the son of Ahitub. Ahijah, de zoon van Ahitub. Ichabod's brother. De broeder van Ichabod. The son of Phinehas. De zoon van Phinehas. The son of Eli. De zoon van Eli. The lost priest in Shiloh. De priester des Heren te Silo. Was wearing an ephod. Droeg de ephod. But the people did not know what that Jonathan had gone. Maar het volk wist niet dat Jonathan weggegaan was. An ephod. Een ephod. Is a sign of the voice of the Lord. Is een teken van de stem van de Heer. It reveals the mind of God. En het laat iets zien van de gedachten van de Heer. It speaks the mind of God. Het spreekt de gedachten van God. Is the revelation. Het is de openbaring. Is what gives them to know, it makes them to know the opinion of God about the situation. Het laat hen weten wat God vindt over een bepaalde situatie. These people were in a bad situation. Maar deze mensen bevonden zich in een slechte situatie. They were besieged. Ze waren belegerd. And they had an effort with them. Maar ze droegen toch een ephod bij zich. Yet they couldn't hear the voice of God. Maar toch konden ze de stem van God niet verstaan. It is not only that they didn't know when Jonathan left. Het was niet alleen dat ze niet wisten dat Jonathan they was weggegaan. Couldn't hear any solution for the situation they were in. Ze hoorden van God helemaal geen ene oplossing voor de situatie. They couldn't find an answer for the situation. Ze konden geen antwoord vinden op de situatie. Because they were waiting for a special word from the Lord. Want ze zaten er maar te wachten op een bijzonder woord van de Heer. En een hele bijzondere openbaring. If God doesn't speak, we will not go. Maar als God niet spreekt, wie zijn wij dan om te gaan? We are waiting on the Lord. We wachten op de Heer. And you know, Jonathan was a man of another spirit.
Maar weet u, Jonathan was een man met een andere geest. For any special word. Hij wachtte helemaal niet op wat voor bijzondere of speciale no dingen dan ook. Special revelation. Hij wachtte niet op een bijzonder woord of openbaring. He didn't even have an effort. Hij had niet eens een ephod bij zich. He just knew. He only knew. Maar hij wist wel zeker that this situation is bad. Dat de situatie waarin hij zich bevond heel slecht this was. Is not God. En dat dat beslist niet van God was. Decisions. Die belegering is niet van in God. Anger. En die hongersnood. In drug addiction. En die drugsverslaving. In alcoholism. En dat alcoholisme. It is not God spoiling our children. En al die rotzooi die ons kinderen vergiftigt. It is not God spoiling our country. En er is, het vernietigt ons land. Het is allemaal rotzooi. That is enough a voice from God for him to have. Weet u, dat was genoeg stem van God voor Jonathan. That is enough a revelation for him to dat was voldoende openbaring voor to Jonathan. Know that God needed a man. En Jonathan wist toen, God heeft and een mens nodig. To revolt against iemand die in opstand komt tegen deze rotzooi. Then he acted. En toen ondernam hij actie. God was with him for that. En daarom was God met hem. An action of faith. Hij handelde in geloof. Then he honored it. En God honoreerde dat. He came and gave a great deliverance. En toen gaf God een enorme bevrijding. In verse 23, en dan in vers 23. It says, daar staat. So the Lord saved Israel that day. Zo verloste de Heere op die dag Israël. That day. Die dag. That day. Die dag. That day that Jonathan acted. Die dag toen Jonathan in actie kwam. And the battle shifted to Beth Aven. En de strijd strekte zich uit tot voorbij Beth Aven. Left the land of Israel. Met andere woorden, het ging het land Israël uit. The Lord saved Israel. God verloste Israël. The alcoholism can leave your country. Weet u, het alcoholisme kan uw land verlaten. That law can leave your country. Die wetten die dat goedkeuren kunnen uw land verlaten. Drug addiction can leave your country. Drugsverslaving kan uw land verlaten. Your children could be safe again. En uw kinderen kunnen weer veilig wonen. If there would be a man after the spirit of Jonathan. Als er maar een man is die dezelfde geest heeft van Jonathan. Who will be ready to go for the faith. En die bereid is om te gaan in geloof. Others were not willing to risk. Anderen waren niet bereid om het risico te nemen. Maar Jonathan riskeerde alles. Others were not willing to lose their public image. Andere mensen waren niet bereid om hun goede naam te grabbel te gooien. He didn't care about his public image. Maar Jonathan kon zijn goede naam niks schelen. Others were ready to be man of other people. Others were not ready to be a man of other spirit. Die anderen waren niet bereid om mensen te zijn met een andere geest. He was ready. Maar Jonathan was bereid om zich te bekleden met die andere geest. Zullen we gaan staan en zullen we samen zeggen, God, ik wil een mens zijn met een andere geest. Tell God I want to be a man of another spirit. Zeg tegen God dat u een man of een vrouw wilt zijn met een andere geest. En hef uw handen op tot God en bid dat uit. Tell him I want to do something about the situation in Holland. En zeg tegen God, ik wil iets gaan doen aan de situatie in Nederland. I want to change this land. Ik wil dit land gaan veranderen. I want to do something. Ik wil iets gaan doen. I'm going out. En ik ga nu uit. By faith. In geloof. To run against the troop. Ik ga de legerbendes inlopen. Ik ga over de muur springen. Help me, Father. Help mij, Vader. I want to go out in faith. Ik wil uitgaan in geloof. En bid dit uit, mijn broeders en zusters. Bashala bokota barika babalika boria katala bakatanta makeria bakatayaya. Shabaru koto boria balakataria bakara boriaba. Commit yourself to the Lord. Wijd uzelf toe aan de Heer. Commit yourself to the Lord. Geef uzelf aan de Heer commit vandaag. Yourself to the wijd Lord. Uzelf aan de Heer toe. Commit yourself to the Lord. Wijd u toe aan de Heer. And say, Father. En zeg, Vader. I want to be a man of the spirit of Jonathan. Ik wil een man zijn met de geest van Jonathan. A man of the spirit of Caleb. Ik wil de geest van Caleb hebben. Shabariya bakataboriya balabariya balabala balabakataya. Oh, take a decision today. Neem een beslissing vandaag. Take a hard decision today. Neem een besluit met uw hart vandaag. Oh, take a concrete decision today. Maak een heel concrete beslissing vandaag. Oh, take a section of the society that you want to confront today. En neem een deel van de samenleving in uw gedachten waarmee u de confrontatie wilt aangaan. Go against drug addiction. En sta op tegen drugsverslaving. Go against alcoholism. Sta op tegen alcoholisme. Go against immorality. Sta op tegen immoraliteit. Go against the moral degradation of your country. En sta op tegen het morele verval in dit oh, land. Oh, tell God to help you. En vraag God om u te helpen. Tell him with my God.
En zeg tegen hem, met mijn with God. You, Father, met uw Vader. There will be a difference. Zal er een verandering with zijn. You, Father, met uw Vader. With you, met u. How we act. Zal ik gaan handelen. And I will win. En ik zal overwinnen. Pray, 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 pray. Bid, bid, bid. Father, in Jesus' name. Vader, in Jezus naam. You have trusted these people to come and hear this message. U hebt deze mensen deze boodschap toevertrouwd door ze hierheen te brengen. They've heard your word. En ze hebben uw woord gehoord. I've passed the message to them. En ik geef deze boodschap door aan hen. I know you have anointed it. En ik weet dat u deze boodschap gezalfd hebt. You have done something in their hearts. U hebt iets gedaan in de harten van de mensen. Let them be not only hearers, but doers also. Laat hen niet alleen hoorders van het woord zijn, maar vooral let ook daders. Be men of the spirit of Jonathan. Laat de geest van Jonathan op hen zijn. Let them be men of another spirit. Laat hen mensen zijn van een and andere I geest. Pray you, let the spirit of Caleb come upon this hall. En ik bid u, laat de geest van Caleb neerdalen in deze man zaal. Of another man, or another spirit. En verander ons, zodat we mensen met een andere geest and zullen let zijn. Let us go from here to be men of action. En laat ons vanuit hier vertrekken en mannen van daadkracht help zijn. Us to be determined. En help ons om vastbesloten te zijn. And help us to run against the troop from today. En help ons om in te gaan en help in te lopen op de legerbendes. Climb over the wall. En help ons om over die muren te springen. And to take the victory for you. En om de overwinning voor u te claimen. In Jesus name. En te nemen in Jezus' naam. Amen. Amen. Thank you for hearing me. Dank u wel dat u naar mij geluisterd hebt.